U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Yoshi, Jan-Marc, Klaas en mijn naam is Johan. En misschien komt Peter er ook zo bij, of andere mensen, je weet maar nooit. Dus ja, maar ja, gezien de situatie in het oosten van Europa, kan het inderdaad zijn dat hij op dit moment andere prioriteiten heeft. Ja. Het zou mooi zijn als hij gewoon live te plekken, gewoon in de uitzending, weet je wel, tussen de bommen en zo en alles. Ja. Dat hij dan verslag zou kunnen doen live op Vrijheid Radio, dat zou toch mooi zijn? Ja. We zien wel of Peter erbij komt. Ja goed, we hebben natuurlijk ook weer de prijsvraag zoals altijd. En deze keer is het, er worden weer EFL's weggegeven, dat sowieso. Dus dan moeten we even een mooie EFL-regen doen. Even kijken hoor. Ja, EFL kun je sowieso die bovenstaande... Oh, daar hebben we Peter. Hey. Hallo. Hey, hallo. Yes. Ja. Kom er gezellig bij. Bovendien zie je het adres als je mee wilt doen voor de EFL-regen. Met dat adres kun je EFL's opvangen. Dat is een wallet. En even kijken, dat gaat om de E-gulden. Die hebben een mooie EFL-regen gevisualiseerd. En we draaien zo meteen even aan het rad van partijen. En om mee te doen moet je in de chat van Twitch of van Stream Elements... moet je even een antwoord intypen. En dat antwoord is uitroeptekentje. En dan de naam van de bekendste libertariër van Nederland. Dat is een man die heel lang kan praten. Om even een hint te geven. En die altijd op de Koning Wappie Show te zien is ook, hè? Ja, hij is wel eens bij jou te gast. En ook wel eens bij ons te gast. Hij is ook wel eens voorzitter. Maar ben jij niet de bekendste libertariër van Nederland, Johan? Nee. Ik kan niet met Twan Manders stippen. Maar in ieder geval Twan Manders. Hey, oh. Heb ik het gezegd? Ah joh, maakt het uit. Ik ga hem elke keer zo. Ja. Dus Twan Manders aan elkaar, zonder spaats hier tussen. Wat vindt Robert Valentine daarvan trouwens? Ja, dan moet hij nog beter zijn best doen om bekender dan Twan Manders te worden. Dat is concurrentie, noemen we dat. Ja, hij was ook uitgenodigd voor de Koning Wappie Show, maar hij is er nog niet geweest. Hij speelt altijd de onbereikbare man, hè? Robert Valentine. Ja, Valentijnsdag had ik hem uitgenodigd. Valentijnsdag, ja, zoiets. Ah, maar ja, goed, misschien sta jij niet op dezelfde hoogte als Boris, hoe heet hij? Johns. Maar hij is nu online, hè? Die van de Bitcoin Show. Voor Klaas? Oh, ja. Valentijn is op dit moment online. Dus je kunt hem... Ik stuur hem wel een berichtje. En dat berichtje, dat zie ik dat hij dat ook leest. Alleen, er komt geen reactie. Dus. Nee. Ik denk dat je niet genoeg kijkers hebt. Ik denk dat jij ook wel angst aanjaagt. Want ik bedoel, ik heb één uitzending gezien van Koning Wappie. En dat ging over buitenaardse wezens en reptilians en Maya-kalenders en prehistorische kernoorlogen. En dat waren nog de meest nuchtere onderwerpen die je had. Dus ja, ik denk dat mensen bang worden ook. Ja, nee, maar je hebt maar één uitzendingje gezien. Maar ja, dat komt er ook in voor inderdaad. Ja, maar dat is altijd wel een beetje het jammer gedaan. Dat heb je altijd als je iets doet wat iets een beetje bijzonderder is. Ik heb dat als van... andere richting ook dan libertarisme gehoord. Dat je zeg maar in de kijker komt met een bepaald ander idee. En dan trek je altijd mensen aan die over de platte aarde willen praten. Of over reptielen en dat soort dingen. En dat is, daar ontkom je niet aan. En dat is wel eens jammer natuurlijk als je het daar niet over wil hebben. Nou ja, heel de dag over, kijk, nu kunnen we het weer even over Oekraïne hebben en dan heeft iedereen het weer even over de Oekraïne. Maar je kan ook denken van, joh, als we nou eigenlijk op deze planeet gewoon terecht zijn gekomen als buitenaards iets, dan mogen we wel iets zorgvuldiger ermee omspringen dan dat we nou als buitenaardse wezens hier met elkaar gaan vechten over wie er het meeste mag uitbuiten. Dat panspermia, dat is ook niet bewezen. Het kan ook gewoon... ontstaan zijn bij een heet water
vulkaan in nee, de zee. Okay, nee, maar dat is gewoon een filmpje wat voorbij komt bij mij op de stream. Ja, weet ik wat er allemaal gezegd wordt. Ik moet iedere dag vul ik 3 uur aan content. En ik probeer het de laatste paar maanden alleen Nederlandstalig te doen. Nou, dan heb je nog steeds ontzettend veel keus. Maar ja, als Weltschmerz daar een filmpje over deelt, dan wil ik daar best een keer een uurtje aandacht aan besteden en mijn mening over vertellen. Heb je lange Frans al gedraaid een keer? Ja, want Lange Frans heeft een nummer uitgebracht met mijn oude buurjongen. Okay. Die woonde bij mij om de hoek. Okay. Ja, maar hij heeft ook zo'n eigen show, toch? Waar hij allemaal over wappie dingen, echte wappie dingen praat. Ja, want ik heb er nog eens over nagedacht. Ik ga nog een lijstje met namen toevoegen aan de miljoen die ik al weg ga geven. En dan komt Lange Frans ook op dat lijstje. Als dan nodig jij jezelf uit bij Lange Frans. Van, hey, wil je... Kijk, het moet eigenlijk zo zijn dat als er genoeg mensen koning Wappie ondersteunen, gaat Lange Frans daar vanzelf een liedje over maken. Dus het moet eigenlijk de andere kant op zijn. Je kan natuurlijk van Lange Frans wel geld gaan bieden om het leuk te gaan vinden, maar zo werkt het niet bij Lange Frans. Nee. Nou ja, als je maar vaak genoeg over aliens hebt, dan kom je vanzelf in zijn suggesties op YouTube. Dus dat... Ja. Ik plaats niks van mezelf op YouTube. Alles wat ik neerzet over de... Alle filmpjes die ik maak voor YouTube, dat is een andere categorie. Peter, zit jij in de Oekraïne? Nee. Oh, nee. Teleurstellend. Maar... Lafaard. We waren gedacht om jou als oorlogscorrespondent van Vrijheid Radio daar te plaatsen, Peter. Ja. Dat is een goed idee. We willen heel graag horen, ja, we gaan eerst even intro doen, maar dan... Ja, we gaan het daar zo over hebben. Ik ken wel een andere Peter die er nog zit. Misschien. Ik weet niet, dat wilde ik inderdaad ook vragen. Of die kunnen... En we waren ook benieuwd of de huizenprijs al wat naar beneden was gegaan van het huis wat je op oog had. Het vandaag erover gehad om er een bod op te doen van 4 ton. Is dat met een die kruisraket al door het dak heen of nog niet? Nog niet. Maar we gaan ervan uit dat dit huis niet torpederen. Dat de kruisraketten daarvoor te duur zijn. Want anders komt die prijs van de kruisraket er nog bij. Hè? Die kringen zijn ook duur. Ze zijn rustig 2,5 ton of zo. op zijn minst. Maar goed, we gaan even naar de goud, zilver, bitcoins en de staatsschuld. Nou, niet de staatsschuldmeter, maar wel de goud. Nou, ons vaste rubriekje. In ieder geval, Eldorado die vraagt nog welk adres voor EFL. Dat is gewoon EFL.nl. Ja, en daar kun jij gewoon een wallet aanmaken en... Volgens mij weet je dat inmiddels toch wel, Eldorado? Ja, hij bedoelt misschien dat hij mijn... Wil je mijn adres hebben, Eldorado? Donatie. Misschien wilt hij zelf wel wat betalen. Je had jouw adres moeten geven. Oh, oké. Ja, gewoon jongepier. Oké. Okay. Of jongepier kan ook. Ja. Je kan ook nog 4 zwaarheid doneren. Nog een leuk nieuwtje, voor we beginnen. We hebben deze week is versie 1.5 gereleased van de e-gulden. En de vorige release, die is meer dan 4 jaar geleden. Dus het is bijna een historische gebeurtenis. Gebeurt niet veel. Wat is er nieuw aan? Er zijn allerlei updates die voornamelijk in Litecoin plaatsvinden, worden dan gesynct met de e-gulden. Oké. Dus je kunt al NFT's bouwen op de e-gulden? In principe wel, maar dan moet je wel helemaal zelf ontwikkelen. Maar je kan er gewoon een Ethereum Virtual Machine erop aansluiten. Oké. Het staat op $16 in ieder geval. Een virtual machine. Bitcoin Cash heeft nu net nieuw gelanceerd met een Ethereum virtual machine. Ja, maar Litecoin zegt dat het een Litecoin kloon. Het is een Litecoin kloon, ja. Ja, en die heeft niet per se... Maar die heeft dat ook. Nee, heeft het niet per se. Maar je kan het wel maken, want het is namelijk gewoon een centraal punt voor dat soort partijen. Waar... tenminste, niet centraal punt. Je spreekt een netwerk af en je draait dat wel met z'n allen. Maar het is een veel kleiner systeem wat je gewoon met z'n allen kan afspreken om te gaan draaien. Ja. Als ik nu op Bitcoin Cash, mijn eigen Bitcoin Cash Ethereum Virtual Machine, dan kan ik al die dingen kan ik voor Bitcoin Cash ook maken op mijn eigen Ethereum Virtual Network, snap je? Het sluit dan niet aan bij wat al die mensen van Bitcoin Cash neerzetten, maar ja. Nou goed, ja. Maar ik wou even zeggen dat de EFL, die staat op 0,143 euro.
En als je dat vergelijkt met de Oekraïense roebel, die is 3 cent. Dus, als je op die manier... Je kunt beter EFL hebben dan een roebel. Ik wil nog één klein ding op zeggen dan. Want toen ik met Liberland begon, toen reed ik door Hongarije. En toen was 1 EFL gelijk aan 1 forint. En dat was in 2015. Dus toen was het 1 jaar oud. En toen stond het 1 forint is volgens mij 300 forint voor een euro is het volgens mij. En nu staan we dus op 16 cent per stuk. Dus dat is bijna 50 keer over de kop dan. In ah, 16 dollar cent, hè? 7 jaar tijd. Ja. Flabbergast vraagt zich af of er nog een vork komt voor EFL. Een EFL voor Zuid en een. Kijk, voor Noord-Nederland. Ik moedig iedereen aan om voor zijn eigen stad een kopie te maken van EFL. En dan de, in mijn geval, Breda-coin te lanceren. En dan ga je die Breda-coins handelen tegen EFL's. Oké. Maar goed, laten we even naar het vaste rubriekje gaan. Ik heb hier, laten we met de olie beginnen. Deze week ging die omhoog, maar nu gaat die weer omlaag. Ja, hij staat nu op, 95,58 dollartjes. Hey, welke olie heb je dan? Oh, dan heb ik misschien verkeerd. CL is F. Ik heb 93,38 hier staan voor WTI. Oké, ja, misschien moet ik hem even verversen, joh. Een verse olie. Ja, ik denk dat dit was een half uurtje geleden, denk ik. Ja, inderdaad. Even de olie verversen, ja. Johan. Hup. Ja. Even F5 drukken. Hij is inderdaad nog verder naar beneden gegaan. Dat is het hele rare. Vandaag zie je wel... is een enorme escalatie. Zie je nee, hij is minder omhoog gegaan, Johan. Hij is minder omhoog gegaan. Je ziet eerst olie en goud enorm omhoog gaan. En dan later zie je toch weer enorm terugzakken. Ja, dat verbaast me wel over. Ja. Nou, Rusland is wel een van de grootste olieproducenten. Dus wat dat betreft hebben ze er wel baat bij als het duur is. Als alle gas uit Oekraïne ineens niet meer verdwijnt, dan is dat volgens mij voor de gasindustrie alleen maar positief. Want hoeveel kuub dat daar elk jaar de lucht, of in ieder geval waar niet voor wordt afgerekend. In bepaalde zakken gaat. Duitsland betaalt volgens mij achteraf voor al het gemiste gas uit de Oekraïne. En dan zegt Rusland van wij hebben zoveel kuub geleverd. En dan zegt Duitsland ik heb zoveel kuub ontvangen. En de rest, dat blijft allemaal hangen in de Oekraïne, wordt niet... Ja, die huizen die zijn er ook best wel warm gestookt, dat verbaast je dan over. Het is super koud en dan binnen is het al 22 graden. En dan kan je vaak de radiator in een wat oudere huis ook niet afzetten. Dus een Airbnb, dan moet je het raam openzetten om het wat af te koelen. Dan moet ik altijd denken aan deze enorme gasverliezen. Ja. Ja, want Rusland zegt dan tegen Duitsland, ja, maar ik heb zoveel geleverd en dan... is dat al die gas in de Oekraïne is weg blijven hangen. In het verleden wilde Duitsland dat niet betalen. En dan sloot Rusland gewoon het gas af. Dus ja, die gasleidingen die gaan door Oekraïne. Daar wordt gewoon een hoop gas verdwijnt er. Duitsland betaalt er toch wel voor. Dus het is best wel een lucratief land om zo eventjes in te nemen. Maar het hele jaar is dus vandaag de derde wereldoorlog begonnen. En dan, als je het moet geloven. En dan die zilver enorm spijken bijvoorbeeld. En nou staat het negatief. Min 1,63% zelfs. Goud staat nog net positief. Ja. Maar kunnen ze niet ook met opzet gewoon meer olie op de markt brengen? Gewoon om die prijs wat te drukken. Dat is gewoon... Als die olie omhoog gaat, er zijn nu al shale producers die opeens weer zien van... met deze prijzen wordt het wel handig om te gaan produceren. Dus dan komt er wel weer extra... aanbod en er zal ook vraag verdwijnen bij deze prijzen. Maar het is misschien ook tactisch om als je dan nu meer olie zeg maar op de markt brengen, dan rijden ze daar in principe Rusland ook een beetje mee, omdat het eigenlijk wat heeft Rusland eigenlijk meer dan olie en gas? Dat is net als en kaviaar. Net als met Bitcoin miners wat dat betreft. Dus en land hebben ze ook een heleboel. Als de Bitcoin prijs daalt, dan kunnen heel veel miners niet uit. Die worden allemaal uitgezet. Nou, dan wordt wat overblijft van degene die hun machines aan laten staan, wordt groter. Als de prijs stijgt, dan wordt het opeens weer aantrekkelijk om ook minder efficiënte Bitcoin miners aan te zetten. Dus het is net als in het echt. Mm. Ja, en dan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er ook mensen hiervan afwisten. En bijvoorbeeld, het rare is ook dat de Nasdaq staat nou in de plus.
En ja, je zou kunnen zeggen dat als er bepaalde mensen wisten dat dit ging komen, dan zaten ze natuurlijk enorm short aandelen, long goud. En als het dan gebeurt, dan is het buy the rumor, sell the fact. En dan gaan ze nou verkopen op het nieuws eigenlijk. Gaan ze die posities afwikkelen. Ik ben van mening dat het niet echt belangrijk is wat Poetin doet. Het is voor de individuele Oekraïners die worden getroffen, is het wereldveranderend. Maar voor de rest van de wereld is het niet belangrijk. Je kan hooguit worden aangepraat dat het belangrijk is. En dan kan je misschien, in die zin kan het gebruikt worden om ook niet aan andere dingen te denken. Ja, maar Rusland, ze zeggen nu moet het weer zo belangrijk worden. Maar het is niet meer een wereldmacht. Het is misschien wel een atoommacht en dat maakt het wat gevaarlijk. Maar het is niet meer een groot gevaarlijk land. Nee, maar het kan toch wel een hoop uitmaken, denk ik hoor. Want wat je eigenlijk krijgt is dat Rusland nou pivot naar China toe. Die zegt, nou ja, al die gaan jullie ons maar helemaal kapot boycotten. Wij schrijven Europa helemaal af. Al die grondstoffen die gaan dan niet meer naar Europa toe. Maar die worden allemaal aan de Chinezen verkocht. Ja. Dan krijg je daar een alliantie. Ik denk dat toch wel eens een pivot point kan zijn. Wat heel belangrijk is voor, je zag vandaag ook de euro enorm inzakken. Ja. Ik denk dat de grootste impact in Nederland is dat we het gas weer in Groningen moeten aanzetten. En dan zijn er meer aardbevingen en dan komt er hier ook een opstand. En een... Ja. Een opstand bij de inzakkende grond. Ja, ja. Dus dan blijf je eigenlijk gelijk. Ja, blijf je dan. Storm in een glas water. Nee, de economische impact van Rusland is gewoon niet groot genoeg. Het is zeg maar alsof Frankrijk boos zou zijn op Europa. Of Engeland. Nou, en dat hebben we al meegemaakt. En dat was, ja, je kon het merken. Het vervelendste is als je een pakketje, je wil iets transporteren of je wil handelen met Groot-Brittannië. En dan heb je nu gewoon weer meer hoepels. En die zijn voornamelijk rancuneuze hoepels van mensen die je niet meer fijn vinden dat ze er niet bij zijn. En die rancuneuze hoepels, die kosten allemaal geld, zijn allemaal verplichtingen, is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dat is het ergste wat gebeurt. Nou, en dat is een land met de economische kracht van Rusland. En Rusland is veel verder weg. En natuurlijk hebben we ermee te maken. Natuurlijk hebben ze in bepaalde grondstoffen hebben ze een belangrijke plek in de wereld. Maar het is gewoon niet meer zo'n heel belangrijk land. En ik denk dat de kans dat wij ons iets laten aanpraten. Dat we een mening moeten hebben. Dat we daar mee bezig moeten zijn in ons hoofd. Ik denk dat de schade daarvan veel groter is dan de echte schade die Poetin gaat tewerkstelligen. En ja, zover ik... Ja, maar wat ze ook goed kunnen doen is dit gebruiken om die renteverhogingen af te... En nu zag je al dat CBS, ja. Die zeiden al van de prijzen gaan omhoog. Ja. We hebben enorme inflatie vanwege de Oekraïne-crisis. Ja. En daar werden ze enorm op afgebrand. Ja. Ja, omdat iedereen ziet wel van... Ja. Maar je krijgt het idee dat die propaganda-outlets, die jumpen de gun. Hè, die zijn zo enthousiast, die hebben... Je hebt het script klaar liggen om dit prijsinflatie op de Oekraïne af te schuiven. En dan op het moment dat de eerste kogel door de lucht vliegt, boom, hup, dan gooi je het er gelijk uit, want ze willen ook de eerste zijn. Ja. En dan slaat het, dan is het echt overduidelijk dat het nergens op slaat. En dat is, dat was wel heel erg zichtbaar. Maar het kan wel zijn dat centrale banken nu, net zoals met COVID was het eigenlijk, ze hadden natuurlijk toen die repo-crisis, dat die repo-rente enorm omhoog ging. En het was eigenlijk al een soort breken van het financiële systeem. En tada, daar kwam opeens een pandemie uit de hoge hoed vallen. Ja, en dan moest alles lockdown en rente naar nul en geld erbij en QE. En dat is nou afgelopen, die pandemie. En ja, het verbaast me dan wel weer dat er dan weer boom, up, zoiets uit de lucht komt vallen. Waar we zeggen, ja, nou kunnen we de rente niet gaan verhogen. De wereldoorlog is begonnen. Ja. Ja. Ja, dat is precies wat ik zei. Dat is wat er gebeurt. Het is niet belangrijk. Het enige waar het meeste invloed op ons is mensen die het gaan aangrijpen om een of andere agenda of een of andere. En dat is altijd wat gebeurt. Het individu, Poetin of wat, die steekt iets in brand of die doet dat of die doet dit. En dan zijn er altijd mensen die klaarstaan om daarvan te profiteren. En dan alles aan te hangen wat er allemaal niks mee te maken heeft. En ik vond het wel grappig, want toen ze dat zeiden van ja, dit en dit komt door de stress in de Oekraïne. Maar er allemaal mensen die inderdaad ook reageren van ja. I told my wife I didn't take out the trash because of Ukraine. Over dat soort grappen. Ja, ik zag ook iemand met een enorme waterdrager. Yeah. Hadden. En dus dat was alleen een foto van zo'n vent die enorme ton water op zijn schouder. Thank you. Stond er dan onder. Ja, enorme waterdragers zijn het. Nou, en ook mensen. Ik heb mijn huiswerk niet gemaakt vanwege.
Dat soort reacties stonden allemaal tussen. Ik heb dat ook gelezen wat jij zei. Dat is zo komisch, al die reacties. Ja, als er eenmaal een paar beginnen dit soort dingen belachelijk te maken, dan springen daar een hele hoop mensen bovenop. En dan wordt het echt een heel leuk draadje. Misschien moet ik morgen de Koning Wappie Show maar aflassen in verband met de Oekraïne. Jongens, ik kan het niet redden, want de Oekraïne. Ja, ik ga ook niet naar mijn werk toe. Nee, maar kijk, deze week geen vrijheid radio. Ja. Een triviantje, wist je dat Rusland diverse malen geprobeerd heeft om bij de NAVO te komen? Ja. Ja, zelfs onder Stalin, hè? Oh. Stalin heeft al geen NAVO bij Stalin. Ja, wanneer was dat? Of de voorloper ervan, denk ik. Of... De NAVO is opgericht tegen de Sovjet-Unie. Ja, het was nog voordat het Warschau-pact was opgericht. Toen heeft Stalin een verzoek gedaan om de lid te worden. Het is toch ook de aansluiting bij Europa. Noord-Atlantische operatie of zoiets. Ik zal wel eens even kijken, maar NATO, wanneer is dat opgericht? Zij zitten dat toch helemaal na de Warschau-pact op. Nee, voor de Warschau-pact, Ja, want Stalin heeft, omdat hij er niet bij kon komen, heeft hij Warschau-pact opgericht. Ja. Ah, het is 4 april 1949. Ja, dan zou Stalin nog wel leven, denk ik. Die was begin jaren 50. En later is het, geloof ik, onder Khrushchev nog een... Bijna iedere Russische president heeft aansluiting geprobeerd te krijgen, maar elke keer nul wat request. En dat zegt eigenlijk al genoeg, hè. Want de NAVO heeft gewoon een vijand nodig. Maar wat als er geen vijand meer is? Ja, dan gaat niemand meer wapens kopen. Maar daarvoor dienen die buitenaardse alien invasion, denk ik. Kan je iedereen in één groot verbond zitten en tegelijkertijd bakken met geld uitgeven aan defensie. En je hebt een bedreiging van buitenaf. En het enige wat je moet doen is af en toe een beetje met een laser op iets, op een stofwolk schijnen of zo. Ja, je kunt ook nooit zeggen dat de vijand weg is. Het is net als met HIV. Hè. HIV, dat wordt dan in je, op een gegeven moment in je beenmerg, dat kun je niet meer zien. Ja, maar je hebt nog steeds HIV. Je moet nog steeds dingen verslikken. Net heb je helemaal die buitenaardse wezens, die blijven er altijd ergens. Ja, ze zijn nou even weg misschien, maar ze kunnen elk moment weer terugkomen. Maar Peter, maar hoe kijk jij bijvoorbeeld jouw vrouw en jouw schoonfamilie, hoe kijken die hier naar dit verhaal in Oekraïne? Ja, in het begin was het iets van, feitelijk is er niet veel veranderd, want Donetsk en Luhansk, dat waren sowieso al Flabbergast zegt hier ook van, de mensen dragen nog steeds mondkapjes in de supermarkt, dus het zal wel meevallen met de chaos. Nou, ik hoorde wel dat de pinautomaat was een beetje een probleem, er stonden wel rijen voor. Maar er waren toch bommen bij Kiev gevallen en er waren paardentroepen daar terechtgekomen en ook in andere delen van het land, dus niet alleen... Ja, ze hebben overal een beetje de militaire infrastructuur uitgedeeld, maar dat was in het begin dus, leek het alleen daar te zitten, maar later, ze hebben nou... Krim die heeft een probleem met watervoorziening. En dat komt omdat er een dam staat. En die staat buiten de Krim. En de Oekraïnse overheid had die dam, had de watertoevoer voor Krim afgesloten. Ja, en dan, het eerste wat ze doen is die dam veroveren. En ze hebben de Tsjernobyl veroverd. En daar kunnen ze natuurlijk mooi vanuit aanvallen. Want die kan je eigenlijk niet bombarderen. Want dan krijg je een enorme radioactieve wolk vrij. Er zijn enkele luchthavens die ze, militaire luchthavens die ze hebben uitgeschakeld. Ik geloof dat Kharkiv, dat is wel zo goed als gecapituleerd ook. Het ligt ook heel dicht bij de grens. Ja. En er zijn ook al toestellers. Maar zijn ze niet vreselijk geschrokken toch? Nou, ik weet niet wat ik met mijn schoonvader daarover had. En die zei, het zou het best wel eens kunnen veroveren. Ik zei, maar dan blijft het toch alleen bij Donetsk en Luhansk. Ik zei, ik denk dat het dan tot Odessa doorgaat. En misschien het hele stuk tot aan de Dnieper. Dus dan zei ik nog van, dat lijkt me toch wel sterk. Misschien had hij dat toch wel goed gezien. Want ze kunnen er in principe militair gezien zo overheen lopen. Ik denk dat geen match is voor het Russische leger. Is dat zo slecht gesteld met dat... Rusland heeft toch nog wel van die attack-helikopters en zo. En een luchtmacht die je zo snel uitschakelt. Dat de hele luchtmacht is ongeveer al uitgeschakeld in de vloot. Dus het is... Maar dat wil niet zeggen... Afghanistan had natuurlijk helemaal geen luchtmacht en geen vloot. En het duurt wel een tijd, maar uiteindelijk
terg je zo'n macht er toch uit. En ik mag hopen dat ze dat bij Rusland toch wel begrepen hebben. Dat het alleen maar een hele hoop lijkenzakken gaat opleveren. En een hele hoop geld gaat kosten. En dat geld kunnen ze niet lenen natuurlijk. Rusland kan al heel lang niet meer lenen eigenlijk al sinds de LTCM-crisis. Daarom hebben ze ook bijna geen buitenlandse schuld. Maar lopen er ook veel mensen dan nog met een Kalashnikov rond daar in Oekraïne bijvoorbeeld? Bekijk daar in Afghanistan was het een beetje anarchie. De president zei iedereen die wil kan een wapen komen halen. Oké. Okay. Dus dat is wel ja, dan denk je dat er in principe overal een scherpschutter ergens in elke flat rond kan hangen. Dus. Ik vind dat al aangenamer dan, want ik begon me steeds meer te ergeren met die gemeenteraadsverkiezingen en dan krijg je steeds van die reclames. En dan zag ik weer de Libertarische Partij en ik dacht, godsam, het is toch te verschrikkelijk voor woorden. En dan hadden ze het over de belastingdruk verlagen. Alsof je naar een VVD pamflet zit te kijken, weet je wel. Ik wil een echte Libertarische Partij gewoon, die gewoon voor wapenbezit is en die zegt dat belasting afpersing is en dat soort dingen, maar... Nou, je hebt wel een punt als jij, ik weet niet wat voor land Oekraïne was, maar als jij een bevolking bent die gewoon zelf geoefend en bewapend is, ja, dan daar kun je dan niet zoveel tegen doen. Kijk, als Oekraïne een land is waar iedereen netjes in de boerderij zat bij de eigenaren. Zo is Nederland. Zoals in Nederland, ja, dan word je snel veroverd. Dan kun je niks terug doen. Maar als jij, ja, en hetzelfde is met Afghanistan. Maar jij zegt het is eigenlijk... Want daar liepen mensen inderdaad ook in een onderbroek met een Kalashnikov. Maar daar had je ook een bergachtig landschap. Ja, dat heb je natuurlijk in Oekraïne op sommige stukken ook wel. Maar... Ja, bergen en grotten, dat is inderdaad ben je moeilijk te veroveren. Hè? Dus, je hebt ook heel veel vlakke gedeeltes natuurlijk in Oekraïne. In steden kan het ook heel vervelend zijn, hè? Guerrilla's in steden. Maar de mensen in Rusland zelf, die hebben ook, ik weet niet hoe het daar gaat, maar die hebben niet een grote haat of zo tegen Oekraïne. Dus er zijn misschien een beetje, hè, misschien wonen daar best nog wel veel mensen die trots zijn op Poetin. Maar het is niet een groot ideologisch verschil, lijkt me, dat ze... er zin in zouden hebben om daar echt massaal te gaan sterven voor hem. Ik hoorde ook dat het demonstraties waren in Rusland. Het zijn toch een soort broedervolken, dus ja. Ik had gehoord dat er ook demonstraties waren in Rusland tegen de oorlog in Oekraïne. Ja, ik denk ook dat het gezien financieel, wat ze ook eerder gedaan hebben met Kazachstan, dat is gewoon even naar binnen stappen, even spierballen laten zien en dan weer wegwezen, want... Ja, financieel gezien kunnen ze dat volgens mij niet doen. Ze laten gewoon even zien van we kunnen zo over jullie heen lopen als we willen. Maar iets bezet houden, dat is gewoon... Nee, dat lijkt me... Ja, je weet natuurlijk nooit. Politici doen de gekste dingen. Ze houden ook 20 jaar Afghanistan bezet en Irak en raken daar biljoenen dollars kwijt. Ja, maar, nou ja, als Rusland niet een of andere partner in crime krijgt, hebben ze denk ik niet de economische macht en ook zelfs niet de militaire macht om echt... Ze kunnen niet eens lenen. Kijk, Amerika die heeft dat geld, die kan het gewoon maar lenen. Die hebben die World Reserve Currency status, zodat zij gewoon dollars kunnen drukken. En dan kunnen ze wereldreserves drukken en daar kunnen ze zoiets heel lang van doen. Maar Oekraïne, die kan helemaal niks lenen op de kapitaalmarkt. Dus waar gaat die nou zijn geld lenen om dit te bekostigen? Dan moet je het gaan belasten, dan krijg je gelijk enorme weerstand bij de bevolking. Kijk, in Amerika hoorde ik laatst dat per individu is er eigenlijk $750.000 schuld. Dat is dus de echte schuld plus de gedane belofte waarvoor ze niks geen fondsen hebben om uit te betalen. Moet je eens voorstellen dat je dat niet kan lenen. Dat je dat moet afpersen met belastingen uit je bevolking om zo'n truc uit te halen. Nou, dat is niet te doen nu. Maar ik had ook iets gehoord over een pijpleiding die dan door Duitsland ging. En dat de Amerikanen eigenlijk... Nord Stream 2. Ja. Volgens mij, die Amerikanen, die waren daar niet zo blij mee. Daar heb ik het al over gehad toen ik nog in Wonderland zat. Okay, maar die Amerikanen die wouden eigenlijk liever niet dat die Russen gas leverden aan Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur tegen een Nederlandse publieke omroep gezegd. Ik zou maar geen gas kopen van Rusland, want daar kunnen ze wel eens politieke druk mee uit gaan oefenen. Maar dus de vraag is, zou het dan ook kunnen zijn dat Poetin op deze manier misschien Amerika aan de onderhandelingstafel zou willen krijgen door gewoon misschien uiteindelijk weer uit Oekraïne weg te gaan en dan...
toch wel zijn gas te kunnen leveren via die Nord Stream lijn. Of dat zoiets erachter zit, gewoon. Op de achtergrond. Of ja. Ooit zou iets ja, mogelijk kunnen zijn. Ik denk dat ze slaat ja, zich zeker niet tegen. Moeilijk is. Als ze er op een of andere manier iets van een slaatje uit kunnen slaan, zullen ze zeker niet zelf tegenhouden. Maar ik denk niet dat er in die zin een overeenkomst. Nee, Rusland heeft ook geen motivatie, lijkt mij. Wat is hun motivatie, laat ik het zo zeggen, wat is hun motivatie om daarin mee te spelen? Een constructieve rol. Om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat Rusland wel bereid is tot een deal. Maar ik denk dat het in Europa heel moeilijk is, behalve Duitsland misschien. Duitsland heeft er niet zo'n zin in. Maar Amerika schijnt het ook altijd historisch heel erg bij op gemunt te zijn om Duitsland en Rusland uit elkaar te spelen. Of eigenlijk om dat Euro-Aziatische vlak gescheiden te houden. Want omdat dat anders een enorm machtsblok zou zijn. En ja, dit is ook weer een manier om Duitsland en Rusland uit elkaar te houden. Maar als je goed luistert, dan zeggen de Duitsers, nee, we schorten het alleen op, die pijplijn. Dus, want dat was natuurlijk het hele verhaal, dat Duitsland zei van, ja, als er een invasie komt, dan is die pijplijn exit. En ja, dan zie je dat er een invasie komt en je vraagt je af hoe dat dan geregeld is, zeg maar. Ja, maar dan is er wel een soort link. Afdwingen. Dan is er wel een soort link. Maar die Poetin, die kan natuurlijk ook denken van, ja, weet je wat, het schiet nu ook niet op. En hij kan die invasie doen en op een gegeven moment dat ook bij de onderhandelingen te betrekken. Maar dat weet ik niet. Ik weet niet hoe belangrijk het is voor hem, die pijpleiding. En de Amerikanen erin staan. En... Maar wij zijn hier in het Westen, zijn we al, om even op een hele andere noot naar te kijken. Wij zijn op het Westen eigenlijk ook al aan het afdrijven. We hebben vorige week ook gehad over landen waar het eigenlijk heel dictatoriaal en toe gaat eigenlijk verkeerd. En Stefan, als je naar de westerse wereld kijkt, Europa, Noord-Amerika, Australië, waar rankt Poetin dan? Voor welke landen zou Poetin een bevrijder zijn, om het zo maar te zeggen? Stel voor dat Poetin... Ah, voor Nederland sowieso. Ja, als Poetin... Jij woont hier niet, maar in de tijd van de communisten, nou, dan zou ik niet willen dat de Russen binnenvielen, inderdaad, want ik was een anticommunist. Maar wij hebben Rutte. Nou ja, ik bedoel, kom op zeg, Poetin, Rutte, ja, dan liever Poetin. Want ik bedoel, ik heb ook gewoon de afgelopen 2 jaar, ik ben muzikant. Ik heb elke keer gekeken, nou, waar kun je nog optreden? Want ik heb een kutleven hier. Ja. En nou, dan zag ik bijvoorbeeld Sint-Petersburg. Nou, dan was alle kroegen en alle shit was open. Ja. En op Sochi was het gezellig. Het was gewoon, Rusland was hartstikke leuk en gezellig. Dus ja, op dit moment zou ik zeggen van laat Oekraïne liggen. En ik schrijf een hele leuke brief en een tekening van mijn kinderen naar Poetin. Van laat dat nou liggen, bombardeer nou Den Haag. En weet je wel, misschien alsjeblieft vragen, misschien doet hij het, weet je wel. Ah, dit is, want we hebben het vorige week ook over die top 10 gehad. Maar we hebben jaren geleden alles in de Vrijheid Radio over gehad. Dat eigenlijk de rollen zijn omgedraaid. Hè? Dat Westen wordt steeds, communistischer. Ja, communistischer zou je kunnen zeggen, of in ieder geval collectivistisch. En er kan een punt komen, en volgens mij is dat punt al gepasseerd, waarin Poetin eigenlijk, niet dat ik nou zo'n fan ben van heersers, maar dat hij eigenlijk een soort lichtend voorbeeld wordt van vrijheid. Ten opzichte van wat hij zelf... is een lievere heerser. Ja, precies. Een matigere heerser. Ja, dan zeker met Trudeau vergeleken. Ja, dat. Bijvoorbeeld. Want mensen hadden het erover om naar Canada te gaan. En toen dacht ik, ja, is het naar Canada gaan? Weet je zeker? Big mistake to make. Ja, zou je dan niet liever gewoon door Poetin geregeerd willen worden? Nou ja, het gekke bijvoorbeeld maar Afrika... Ik las hier laatst een tweet van iemand die zei... Marx never predicted that in late stage capitalism... the ruling bourgeoisie identifies as socialist... while the working class supports capitalism. En dat is ook helemaal omgedraaid. Ja. Hè? Dat binnen de samenleving... dat de rulers die zijn allemaal socialist geraamd... en de werkende man, de arbeider... dat is een kapitalist geworden. Dus een trucker. Geen. Zelfs Afrika is gewoon... wat ik... Want ik heb heel erg rondgekeken van ja, waar is nou nog een beetje prettig leven? Ik zag bijvoorbeeld Tanzania en zo. Botswana. Nee, maar er zijn zelfs in Afrika gewoon landen waar je gewoon veel vrijer bent dan hier, weet je wel. Wat wij vroeger dan een bananenrepubliek noemden. Nou, je kan maar veel beter in een bananenrepubliek zitten dan hier in die kutzooi. Ja, Nederland is dus ook een bananenrepubliek. En niet alleen in hoe ze soms het beleid vormgeven, maar eigenlijk ook naar wat we kunnen.
Nederland heeft geen één grondstof. Nederland voegt alleen maar... Hoezo? Er ligt zoveel gas in de grond in Nederland. Ja, en wat doe je daarmee dan? Wat weet je nee, ja, dat is het. Nee. Maar nee. Je zegt dat er geen één grondstof nee, is. Nou dat, ja, in de bananenrepubliek kunnen ze ook wel wat anders. Maar de essentie is dat op dat moment dat ze bananenrepubliek worden genoemd, doen ze eigenlijk maar één kunstje. Maar in Nederland wordt ook, ja, als je zeg maar de handelssector wegneemt, mensen die waarde toevoegen door dingen binnen te halen en weer door te voeren. Of misschien wat een kleine schroevendraaier tegenaan te houden. Dat is wat Nederland doet. Er wordt veel... Ja, je hebt nog ASML ook wel. En er zijn er wel wat bedrijven. Zijn die niet aan het verhuizen? Waarom zitten die nog in Nederland? Is dat omdat ze... Ja, dat is het hele punt. Inderdaad, als je kijkt naar zo'n bedrijf als Philips. Dat was vroeger, die had het NotLab hier. Die deed fundamenteel onderzoek. Ja, precies. Zelfs in Friesland. En langzamerhand, ja, weet je wat, de productie moeten we eigenlijk toch wel in China gaan doen. Want anders dan redden we het niet. En dan, eigenlijk ontwikkeling ook. En dan verdwijnt eigenlijk steeds meer. Ja, dat we de hele consumenten elektronica tak maar verkopen. En wordt het steeds, ja, het is nogal, ze doen nogal de medische apparatuur bijvoorbeeld. Wordt nogal in Nederland ontwikkeling aangedaan. Gebeurt nogal wat, maar ja, je hebt gelijk. Het is natuurlijk ook heel vaak dat aan het eind van zo'n bubbel dat alles financial wordt. Hè. Het wordt alleen maar papieren rechten heen en weer schuiven. Dat was eigenlijk aan het eind van de Gouden Eeuw was het ook zo. Allemaal banken en de handel en speculatie en zo. En ik denk dat je in Amerika ook heel duidelijk ziet dat het allemaal financials en law firms worden. En niks meer gefabriceerd wordt. Hè. Dat is wel een beetje het eindstadium, denk ik. Dan creëer je eigenlijk een soort plek in het totale traject. Wat ook, hè, wat zeg maar slimme investeerders vaak verwijderen. Ja, dan nemen ze zo'n bedrijf over. En is dat vaak de tak die ze helemaal afschaffen. en dan nemen ze de rest van de waardevolle dingen nemen ze naar een plek waar je al die advocaat ook niet nodig hebt. Maar wat Jan Andis Fiets zegt in de chat, als je in Rusland deze podcast doet, dan ga je naar een strafkamp. Omdat we in deze podcast zijn. Klopt. Maar ik geloof dat in sommige... Dat wil ik inderdaad ook zeggen, want ja, je moet... Poetin nou ook niet ophemelen. Nee, dat was ook het zeker. Hoezo gaan wij niet naar een strafkamp dan? Hoezo? Ik bedoel, we hebben al Riepke Zeilmaker is al opgepakt. Die Eldorf van Echelen is al opgepakt. Als er aangebeld wordt, kijk ik wel even wie er voor de deur staat, hoor. Zeker met wat ik allemaal gezegd heb hier bij Vrijheid Radio. Als ik voor mezelf spreek, denk ik wel dat ik in Nederland beter ervan af ben gekomen dan dat ik vanuit een Russische achtergrond Lieberlander Yoshi Livo zou zijn. Trouwens, in Canada zitten ze ook al, bijvoorbeeld Tamara Lynch, die truckersopstand had geregeld, die zit vast en de bail die hebben ze geweigerd en ze kan 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Van een vreedzame demonstratie. Nou, dat begint al erg Russisch aan te voelen, moet ik zeggen. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, dat moet je helemaal vermijden, ja. Wij zijn nog net niet zo erg als dat. Maar ik weet niet of Rusland erger is dan Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Nee, wat ik wilde zeggen, wat die Trudeau en Mark Rutte noem maar op aan doen, is eigenlijk wat Poetin ook al een geruime tijd doet. Dus die is echt niet beter dan de rest, weet je wel. Het enige wat je er dus wel van kan zeggen, is dat Rusland in ieder geval geen lid is van de NAVO. Dus al die rotzooi die de NAVO flikt, daar is Rusland dan in ieder geval geen onderdeel van. Nee, nee, nee. En ik denk ja, dus, dat dus gewoon heerser, de hè, overheid dus, toch wel kleiner is daar. Je hebt een 13% flat tax en geen leningen. Dus dat betekent gewoon dat ze niet zoveel onzin kunnen uithalen. En ik denk ook dat je daar, maar dat geldt voor heel Oost-Europa, ook wel van die LGBTQ-terreur af bent. Zeg maar. Ik hoorde weer mensen zeggen, oh, wat betekent de invasie van Poetin voor de LGBTQ-rechten in Oekraïne? Denk je wel, jongens, die maken zich alleen over zichzelf zorgen. Dat is echt, wat een ontzettend narcisten zijn. Ja, ik hoorde, ik zag al een meme van dat er stuurde regenboogtroepen. je kan nog Polen, of Polen kun je nog gewoon de Oekraïne in, dus... Ja, vooral als het je echt aan het hart gaat daarheen om het land te verdedigen. Kijk, in Nederland is het wel zo dat de homo's en de transgenders, die hebben het gewoon even kut als de hetero's hier.
Ja, helemaal gelijk. Daar wou ik nog iets over zeggen. Ik heb de laatste tijd heb ik veel berichten gelezen over mensen die zeg maar die vrijheid aangrijpen om zeg maar misbruik van te maken. En dan bedoel ik misbruik in de zin van het overheidsapparaat. Dus er zijn zeg maar, er wordt zoveel positieve discriminatie door de overheid toegepast, dat een simpele verandering van je identiteit jou opeens openstelt naar allemaal positieve discriminatie. En dat vind ik geweldig. Ik ben eigenlijk een groot voorstander van landen waar positieve discriminatie wordt toegepast op kenmerken, zoals ras of geslacht of wat dan ook. Dat het in die landen zeker mogelijk moet zijn om je anders te identificeren. Dus als bijvoorbeeld vrouwen allemaal voorkeur. Identificeer je als alles wat onderdrukt is. Ja, precies. Dus als, zeg maar als de overheid, zeg maar, voor vrouwen of voor mannen, whatever, als die allemaal positieve discriminatie toepast, extra geld, extra mogelijkheden, dan moet je gewoon, vind ik, in dat land mag je het zeker identificeren als die partij. Dus dan moet je gewoon zeggen, ik ben ook. Het klopt ook wel, dat soort dingen gebeuren in Amerika bijvoorbeeld ook. Als je bijvoorbeeld AOC hebt, die zegt, as a woman of color. En ook die Kamala Harris, die vindt zich ook. Iedereen vindt zich in één keer helemaal zwart, hè? Ja, als ik gewoon een dag op het strand van Ameland lig, dan ben ik nog zwarter dan die mensen die zich identificeren als zwart. Ja. Snap je? Ja. Dus het begint al een beetje inderdaad. Het heeft niks met objectieve huidskleur te maken. Je kan je gewoon als zwarte vaccinated identificeren. Ja, no problem. Dus als normaal gesproken vind ik het prima dat mensen gewoon verschillend zijn en je bent gewoon met een andere culturele achtergrond, dat is allemaal prima. Maar zodra er positief op gediscrimineerd wordt, dan vind ik, dan mag je identificeren als die groep. Dus als je denkt van oké, ik kan niet aan het werk komen, tenzij ik een zwarte vrouw ben die genderneutraal is. Nou, en dan moet je je op die manier kunnen identificeren. Met een spraakgebrek. Ja, Je kan het ook anders nog doen. Je hebt ook van die. Dan kun je je DNA laten testen via internet. Dus dan moet je een wattenstaafje in je wang doen. En dan op zo'n USB-stick doen. En dan erin douwen. Dat je dan 1024ste Indiaan bent. Ja, ben je altijd Indiaan. En een beetje Afrikaan. En een beetje Jood. En van alles, weet je wel. Kun je stamboom laten checken. En dan is altijd Karel de Grote. Jew zit er al. Ja, en Karel de Grote duikt altijd op in je stamboom, weet je wel. Nee, Karel de Grote zit echt in mijn stamboom, want mijn moeder heeft dat al uitgezocht. Ja. Maar die zit in ieder stamboom, hoor ik net. Internet. Niet iedereen heeft dat al uitgezocht. Als zwanger, jongens. Kijk, in Azië zit Genghis Khan zit in ieder stamboom. Ja. Die neukte ook iets van 800 vrouwen, geloof ik. Tegelijkertijd. In Rusland heb je altijd een Vladimir in je stamboom, hè? Ja. Nee, maar goed, we hadden nog bericht. Laten we daar even mee beginnen. Maar we komen niet aan die berichten toe, hè? Dit is een nieuwe ontwikkeling. De Bitcoin hebben we nog niet eens gedaan. Ontwikkeling dat we niet eens de berichten meer halen voor 11 uur. Ja, eerst even nog de Bitcoin doen. Die heb ik inmiddels al weggeklikt, geloof ik. Die was even gedipt net. Heel kort. En dus mijn berekening die is alweer van tafel die ik had gemaakt, die ik gisteren nog met jou besproken heb. Ja, maar ik denk dat die nog steeds kan eigenlijk, hoor. Ik denk dat die hele oorlog niet zoveel invloed gaat hebben op die Bitcoin. Het is dan even een heel klein dipje geweest van 4% en dat is gelijk is hij weer omhoog geflopt. Daarvoor was hij ook al aan het dippen, hè? Dus hij was dippen. Ja, en hij kan nog verder dippen. Die oorlog is nou bezig. Hij dipte eerst op de verwachting van de oorlog. Nou, die was flink. Nou, toen een heel klein dipje van dat die oorlog er eigenlijk was. En toen vloog hij gewoon weer omhoog. Nou, wat wil je nou nog meer hebben? Ja, dan moet er een derde wereldoorlog komen met echt... Met al die sancties en shit en de... verhaal van UK wil Rusland uit Swift hebben. Dan zou je verwachten dat die crypto's het juist heel goed gaan doen. Hè? Want het is ook in de Russische centrale bank die wilde crypto verbieden. Toen kwam Poetin. Dat zei, gaan we niet doen. En ja, ik denk dat ze inderdaad wel inzien van crypto is iets wat buiten de grip van de politici is. Want ik denk ook dat het bevriezen van banken dat ook een heel positief effect is. Ja. Maar nou heb ik trouwens gisteren, dat is ook wel grappig, gisteren is die Emergencies Act van Trudeau, die heeft die ingetrokken. Ja.
En het gerucht ging dat hij niet door de Senaat zou komen. Maar wat hij zei, Trudeau, is van... er is geen emergency meer in één keer. Toen heeft hij hem ingetrokken. Nee, maar wat er natuurlijk gebeurde is... die banken, de grootste banken, die gingen helemaal op... die gingen offline. Want iedereen die dacht van... hey, I'm next. Weet je wat? Ik ga mijn geld van de bank afhalen. En dat kan natuurlijk niet. Het is maar als 1% van de mensen hun geld van de bank afhaalt... dan heeft die bank een enorm probleem. Dus ik denk dat die banken, die zijn dichtgegaan. Die zijn naar Trudeau toegestapt. Die zeggen, hoor eens... als jij dit niet snel intrekt, dan zijn alle banken morgen failliet, want de pinautomaten die doen die niet meer, dan hebben we een bankrun te pakken. En dat zei die Jordan Peterson ook, hè? Die zei van, je hebt nu dus gewoon 20% van de Canadezen, die hebben geen enkel vertrouwen meer in de bank. Ja. En, want er is gewoon een vrouw met een minimumloon, en die had gewoon $50. Ja. Had ze getoneerd aan de Freedom-convoy. en die werd gewoon die kon niet meer bij geld. Weet je wel, was gewoon als je 20% hebt van de mensen die niet meer in de bank geloven. Nou, dat is meer dan genoeg om het heleboel plat te leggen. Ze hebben maar 1% dus... van het geld hebben ze echt in voorraad van wat ze aan liabilities hebben. Dus dat betekent dat ze een enorme berg hypotheken moeten gaan slijten. En staatslening moeten gaan dumpen. Ze moeten al hun assets gaan dumpen. Dus de hele Canadese markt crasht dan alleen in elkaar. En dan hebben ze aan het eind nog te weinig geld om al die pinautomaten te vullen. Die Peterson zei ook van, dit is ook een schade die de overheid heeft gemaakt met de banken. Die wel 10 tot 20 jaar kan duren. Voordat die mensen weer echt het vertrouwen krijgen in die banken. Ja. Als ze dat nog... Maar dit is voor Bitcoin, denk ik, wel goed nieuws, dit. Want vertrouwen, het is natuurlijk vertrouwen, dat zeggen ze altijd, het komt te voet en het gaat te paard. Ja. Je hoeft dit maar één keer te doen. En mensen zullen altijd het idee hebben, als ze na geld op de bank zetten, van ja, misschien is er morgen weer een emergency. En in hoeverre kan ik het aanzien komen en op tijd weg zijn hiervoor? Ja, en het is ook, kijk, het is ook niet een, bijvoorbeeld, als stel dat je nou echt, dat het nou echt een heel raar stelletje neonaties zou hebben. Of moslimterroristen, die gewoon... Ja. En daarvan een of ander raar verhaal aan de macht zijn gekomen. Zo. Ja, maar dat je die bankrekeningen van die hele extreme moslimfundamentalisten zou platleggen. Dan zouden mensen denken, ja, maar dat zijn ook een stel levensgevaarlijke gekken. Maar nu ga je die bij truckers, hele normale mensen die gewoon een paar tientjes doneren aan een peaceful protest. Maar dan gaan al mensen denken, oh, wacht eens even. Dus als jij het, je hoeft het maar een klein beetje niet eens te zijn met die overheid. En dan kan die overheid gewoon zeggen, ja, hallo, dit is het dan. Dit komt niet meer bij je geld. Kijk, en dat is een heel ander verhaal. Ja. De realiteit is dat de Taliban met mondkapje op bezoek gaat op een staatsbanket in China. En dat die rekeningen echt bevroren worden. Hè? En rekeningen van wie? Van die Canadezen. Die mensen in Canada, die worden echt bevroren. Terwijl dat de Taliban op dit moment volop zaken aan het doen is. Die hebben nog wel rekeningen dan Taliban? Ja, die worden gewoon... Die krijgen volgens mij zelfs nu de meest verse dollars... gaan er ook een paar van naar de Taliban. Want die moeten nou weer ontwikkelingssteun krijgen. Want dat is een... Maar hun tegoeden zijn nog bevroren, toch? De Taliban zijn nog steeds hun tegoeden bevroren. In Afghanistan in ieder geval. Volgens mij, ja. Oké. Nou, ja. Misschien wel. Misschien wel. Nee, want ze kregen juist ontwikkelingshulp van Amerika zelfs. Waar wordt dat gestoord? Maar je hebt in ieder geval... Taliban. Dat zijn waarschijnlijk van die CIA-agenten die vaccinatieprogramma's komen doen daar. Maar ik denk niet, wat ik begrepen had, is dat ze nog steeds hun reserves bevroren zijn door de centrale bank. En dat er daarom zo'n hongersnood dreigt daar in Afghanistan. We hebben wereldwijd ik had juist begrepen. Gewoon allemaal praktische voorbeelden van het nut van crypto. Dus dat is gewoon goed. Ik denk dat een goed teken is. Ik denk dat je dan, want de pollution criminal pedocoin, die staat natuurlijk... Vanuit veel hoeken staat die onder aanval. Maar ik denk dat het ook wel goed is om af en toe te zien dat het ook echt iets te bieden heeft. En ik zie dat veel liever dan NFT's of zo. Ik vind het veel interessanter dat er... ik vind het veel interessanter. Ik las iemand die zei van, hey, Epstein heeft nog nooit zijn bankrekening verloren. En dat is inderdaad wel opvallend dat de bijstandsmoeder die $50 doneert, boom, afgelopen. En Epstein, die een beetje veroordeeld voor Indiaanse seks, maar ja, riante prison, maar je bankrekening opheffen, nee, dat doen we niet. Maar wat ik wilde zeggen, eigenlijk moeten we Trudeau gewoon hartstikke bedanken.
Hij heeft gewoon een case gemaakt voor Bitcoin. Dus zullen we met z'n allen even zeggen, Trudeau bedankt. Trudeau bedankt. Ah, toch denk ik, ja, wat toch? Het blijft me altijd verbazen hoe lang mensen blijven denken dat het gebeurt niet hier. En dat is bij mijzelf ook wel een beetje hoor. Dat ik denk van, want eigenlijk zeg je, Canada is gewoon een soort land, dat is een soort, ja, een soort Nederland. Dus als ze het in Canada kunnen doen, kunnen ze het in Nederland ook doen. En toch denk je van, ja, maar zoiets zal hier nooit gebeuren. Dat gebeurt alleen in verre rare landen of zo. En eigenlijk weet je gewoon zeker, het komt een keer hier naartoe ook. Nou, ik weet nog wel hoe er gelachen werd op social media toen in België de avondklok werd toegepast. Aha, ben blij dat ik niet in België woon. Nou, dat is België, dat is gewoon echt fucking... hoe ver is België, weet je wel? Dat is nog, weet je wel... En, ja. En maar lachen. Nou, ik schreef toen al van nou, ik zou maar niet zo hard lachen. En sowieso vind ik het een beetje vreemd om, die Belgen zitten er maar mee. En het heeft niet lang geduurd hoor, want wij zaten we ook met een spertsite. En werden we ook gedetineerd. Ja. Dus ja. En ik heb nou toevallig, want ik krijg nou weer allemaal leuke advertenties gekregen. Van de SP kreeg ik weer een leuke advertentie op Facebook. Daar heb ik ook gelijk even gezegd van dat het een stelletje nazi's zijn. Dat ze miljoenen mensen hebben gedetineerd. Onschuldige mensen zonder vorm van proces. En dat ze gewoon een Nuremberg 2.0 met dito strafmaat allemaal onder moeten gaan. En, dat SP nou, ook voor lockdown? Ja, SP heeft voor de avondklok stemt. Ja, zeker weten. Jij hebt het allemaal goed bijgehouden, wie dat... Ja, ja, ik vergeet niet en ik vergeef niet. Dat, ik ben echt een naar mens. Ik kan altijd aan jou vragen, van, hey, hoe was die in de grote COVID-crisis? Juist, fout. Kaal scheren, die handel. Zijn er, zijn er in die situatie ook ongehoorzame partijleden geweest die tegen hun factie hebben gestemd, of was het allemaal braaf meestemmen? De SP niet. Nee. Nee, maar gewoon in het algemeen. Is er, want ik heb het eigenlijk... Ik heb er helemaal geen interesse in gehad wat er in Nederlands politiek gebeurde. Maar dat vraag ik me dan wel eens af, hè? Want soms heb je wel eens dat iemand toch principes heeft. En dan durft hij toch tegen... De avond ook niet. Is er niet één... Slappe haap. Nee, dus geen enkele kikker uit, want zelfs bijvoorbeeld zo'n Omtzigt die helemaal de hemel wordt ingeprezen door sommige mensen, zwaar onterecht. Ja, die hebben gewoon keihard voor die avondklok gestemd. Die Omtzigt kon niet eens meer Nederlands toen hij terugkwam van zijn burn-out. Zoveel cursussen had hij gevolgd in Zwitserland. Oh, dat wist ik niet. Wat sprak hij? Retro-romaans? Wat sprak hij? Ik begon een beetje als zwap te praten. Nee, Engels. Dan moet je maar kijken. De eerste Engels, keer dat is de enige taal die ze niet hebben in Zwitserland. Moet je maar kijken als hij terugkomt in de kamer. Na zijn eerste optreden, na zijn burn-out. Nou, en dan zit hij allemaal met Engelse woorden in zijn hoofd. En dan... Het is wel opvallend, ook een beetje bij mij, dat als je dan een politicus ziet die ook maar enigszins de kant van of een beetje oppositie voert, dat je die dan gelijk in je hart wil sluiten, zeg maar. Terwijl je inderdaad bijna niet voor kan stellen dat, bijna vergeet dat ze een half jaar geleden gewoon helemaal fout waren ook. Als ze nou een beetje verzet plegen, ben je al heel dankbaar. Ja, en ik heb zelfs het idee dat bijvoorbeeld zo'n Mona Keizer, dat die ook nog een beetje door de media naar voren wordt geschoven. Van er zijn toch nog goede mensen in Den Haag. Mensen met het hart op de goede plaats en dat soort dingen, weet je wel. En je zit er dan nog een beetje in het veilige midden, weet je wel. Dan heb je niet een Baudet of zo. Of ik denk dat zoals ze dood zijn, dat iedereen helemaal zijn vertrouwen verliest in de politiek. Het kan ook een opportunist zijn, die ziet gewoon een kans. Die denkt van die weet donders goed van heel veel mensen zijn het wel met Forum eens, maar die willen er niet op stemmen, want ze vinden het te extreem. Maar ja, heel veel mensen zijn het niet met CDA eens. Hey, weet je wat, voor mij is er een mooie kans. Ja, dat zou ik... Laat ik in natuurlijk van die Mona Keizer, die denkt natuurlijk, die denkt het is een mooie kans. Maar ik denk ook dat, kijk, op een gegeven moment moest die draaien komen, want die science die was changed, hè. Dus in één keer was het maar gewoon een vertrouwdheidje, en je kent het wel. En alle regels moesten weg. Maar dan heb je natuurlijk, wat je niet kunt doen, is dat je in één keer met Gideon van Meijer aankomt. Dat je die... Moet je iets anders hebben.
Dan moet je iets anders hebben. En dan is het heerlijk dat er zo'n monokeizer is. Want dat is nog gewoon, ja, die heeft, luister, die heeft gewoon met die lockdowns meegestemd. En met die avondklokken en met die alles. En die heeft genoeg gedaan om eigenlijk opgehangen te moeten worden op zo'n tribunaal. Maar goed. En die QR-code is ook zo met haar. Ja, en die QR-code ging haar net te ver, weet je wel. Want het was dan, het was geen 3G of 2G. Maar het was maar 1G of het was 2G of het was 3. Ik weet niet eens meer wat het was. Maar er is dan een heel klein nuanceverschil. En dan, en dan wordt zij gewoon overal geïnterviewd bij al die kutprogramma's. En de volgende keer stemt ze waarschijnlijk gewoon weer kadaverdiscipline. Als je het wil, kan je ze nog best wel genoeg onder druk zetten om ze mee te krijgen. Maar dan heb je gelijk al die volgelingen geneutraliseerd. Ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om steeds strohalmen te blijven geven aan het volk. Want als er geen strohalmen meer zijn, dan komt die opstand, denk ik. Maar om mensen hebben, ja, in opstand komen, dat is heel pijnlijk. Dat kan heel hard zijn. Je wordt je vrachtwagen in beslag genomen en je bankrekening bevroren enzovoort. En je vergunning ontnomen. Terwijl als je je aansluit bij een of andere strohalm, of je stemt op een strohalm, dan richt dat helemaal geen schade aan. En je hebt toch nog het idee dat je een beetje je verzet hebt. En pas als dat helemaal opgegeven is en niemand meer een enkele vertrouwen heeft in geen enkele strohalm. Dan komen mensen echt in verzet, denk ik. Ja. Ah, dan kunnen mensen op een soort Rutte Light stemmen. Maar ja, je moet je dan niet vergissen dat die Rutte Light, dat is dan Mona Keizer of zijn Omtzigt. Als je gewoon kijkt wat ze de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. En je vergelijkt dat met de Rutte van 3 jaar geleden of 4 jaar geleden. Dan waren ze helemaal geen Rutte Light. Dan waren ze gewoon super mega extreem. Alleen ze zijn nou iets milder dan Rutte is geweest de afgelopen 2 jaar. Maar het is nog steeds heavy ten opzichte van de Rutte van 4 jaar geleden, snap je? Het is nog steeds erg. Maar ja, zij worden dan ontarmd als de gematigden en de mensen die weer wat naar normaal willen en zo. Dat hele overturn window, dat schuift zo op dat op een gegeven moment een hele fout iemand lijkt nog relatief goed, omdat het hele overturn window zo opgeschoven is naar fout toe, dat een persoon die een tijdje stilstaat, die in een coma heeft gelegen en na 4 jaar weer de politiek terugkomt, die dan denk je van, verdomd, die is goed. Ja, of andersom, je kan juist zien dat ze zijn. Dat vond ik. Je komt uit een coma en dan in één keer word je geconfronteerd met Omtzigt en Mona Keizer, die met avondklokken en lockdowns komen. En dan denk je, nou, dit zijn de meest heavy figuren sinds Adolf Hitler. Voor onze luisteraars, en misschien doen ze dat ook al, hoor. Maar dat kan je heel makkelijk zelf ervaren door gewoon 2-3 weken gewoon geen media te consumeren. Ook geen memes te kijken, zodat je statistiekem toch een beetje op de hoogte bent. Maar gewoon helemaal niet erin meegaan. En dan, en dit werkt het sterkst als je, en dat is misschien niet echt van toepassing op mensen die vrij de radio luisteren. Maar als je dan, zeg maar, als je gewend bent om gewoon wekelijks of dagelijks een beetje je media dingen, je media mening op te pikken van de tv of van internet en dat soort dingen, dan merk je opeens van, hey, ik sta helemaal niet meer op dezelfde plek waar jullie allemaal staan. En dat kan heel verhelderend zijn. En ik zou eigenlijk wel aanraden om gewoon je hele leven zo in te richten. Misschien doen mensen dat soms wel. Maar als je in die media gaat zitten, je gaat meezitten in wat er allemaal gebeurt, ja, dan word je gewoon meegenomen op een soort tocht door emoties en ideeën waar je iets van kunt vinden en wat je ervan kunt vinden. En het kan heel verhelderend zijn. Een soort goede precies. Het kan heel verhelderend zijn. Daar helemaal niet aan meegenomen. Maar goed, Klaas, ik ben muzikant. Ik trad op en ik kon niet meer optreden. Kan ik het nieuws wel niet volgen, maar ik kan gewoon godverdomme nergens meer aan het werk. Dus het maakt er niet zoveel uit. Ik leef er toch middenin. En mijn kinderen die waren topsporters. En die trainen 6 keer in de week. En die konden helemaal niks meer. En ik had vrienden die kankeronderzoeken moesten hebben. En die hadden geen kankeronderzoek meer. Dus ik kan wel zeggen, ik kan het nieuws niet volgen. Maar ik leef er gewoon middenin. Ik zit er toch middenin. Waar het bij ging, en dat heeft eigenlijk helemaal niks mee te maken. Dat is wel heel beschamend dat is gebeurd natuurlijk. Het gaat erom in hoeverre je mee wordt genomen. En ik zeg ook niet dat hier gebeurt. Maar ik ben gewend. Heel veel mensen die waarmee je omgaat, die kijken dagelijks, wekelijks, kijken ze gewoon heel veel media outlets. Die zitten helemaal in die bepaalde narrative, die gaan helemaal in mee. En als je dat niet doet en wordt er dan weer eens aan blootgesteld, dan merk je hoeveel gehamer daar is vanuit dat vlak. Hoeveel er in een bepaalde gedachtentrand dingen worden gepresenteerd. En dat kan juist heel verfrissend zijn om eens te ervaren.
Ja, ondertussen, er wordt nog in de chat wat gezegd door Flabbergast. Die zei, ja, dus volgens hem was het de broer van Pieter Omtzigt die bij het WEF zit. World Economic Forum. Dus, En even kijken, ja, we hadden natuurlijk nog steeds dat ene bericht. Daar hebben we nog steeds niet over gehad. Het eerste. Het eerste bericht. Ja, dat is in Oekraïne, daar wordt meer crypto verhandeld dan fiat. Ze willen nou allemaal legaal maken. Maar ja, het is legaal. Het is legaal en nu valt Poetin binnen, dus het zal allemaal wel weer veranderen. Nee, die regels die staan, en dat is juist het prachtige. Nu zitten ze in deze crisis met legale cryptocurrency bullshit. Dus als jij een cryptocurrency scam wilt witwassen... Nou, dan kun je nou via de CIA in de Oekraïne kun je lol op. En dan kun jij miljarden mensen kun je allemaal oplichten. En dat wordt allemaal in Oekraïne legaal gemaakt. Ja. Dus ik ben er zelf niet zo heel erg enthousiast over. Want mensen onderling hebben namelijk helemaal geen wet nodig om Bitcoin te accepteren. Bitcoin reguleert zichzelf. En dit soort onzin, volgens mij... ik zal even voorspellen, binnen 6 maanden is Volgory Exchange verhuisd naar de Oekraïne. En voor dat soort bedrijven is dat geweldig. Maar dat is voor mensen die crypto lief hebben, is het echt een smet. Laten we het maar even zo zeggen. Wat een leuke reclame is allemaal, Johan. Laat je voorbij schieten, joh. Ja. Druk mee. Oh, op het scherm. Ja. Onder andere, jij zit er ook bij, hè? Ja, ik zie het. Maar dan gaan we naar het volgende berichtje toe. Wie is deze enge man hier? Dus Rusland... Ja, dit is even een Russisch berichtje. Rusland, die komt met de robotambtenaar. Waren het nog niet allemaal robots dan? Ja, de grootste fout die met robots wordt gemaakt... is dat ze proberen op mensen te laten lijken. Je moet gewoon een soort hele cartoonachtige, echt overduidelijke robot. Gewoon rond hoofd met ronde ogen erop. Of geen oog. En dan gewoon een mond, die is een lampje. Die zo piep, 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 knippert. En dan is overduidelijk dat het een robot is. En dan is het veel beter. Dit is super eng. Ja, dat hebben ze. Robin de robot van Bassie en Adriaan als Black. Ja. Er is een naam voor, iets van de... En een mondkapje doet hij op. Die zit tegenover een robot en dan doet hij een mondkapje op. Geweldig. Hij gaat verder. Nou, het heeft dus ook leuk opgemaakt, die robot. En dat je dan tegenover die robot zit en zeg je... Kun jij ook pedofielen herkennen of niet? Kun je dat? Maar die robot die kan ook ebola krijgen. Is het niet zo dat als je zeg maar een beetje creatief bent met je mondkapje... dat je dan eigenlijk gewoon heel makkelijk die bivakmutswet kan omzeilen? Dat je jezelf toch weer heel goed kunt maskeren? Ja, je kunt het mondkapje over de bivakmuts heen doen, bedoel je. Wilde jij die robot gaan doodmaken dan? Nee, maar je mag gezichtsbedekkende kleding, dat mag soms niet. Ja, dat was dan zo'n heel issue. Je moest altijd je gezicht moet altijd zichtbaar zijn. Maar nu heb je een excuus. Dan kun je gewoon lekker een heel uitgebreid mondkapje opdoen, die gewoon je hele gezicht bedekt. Ik zie wel mogelijkheden. Ik zat te zoeken, maar er is een naam voor dit effect. Dat dingen die Uncanny Valley. Lijken. Ja, de Uncanny Valley inderdaad. Dingen die heel erg op je lijken, dat je daar... Maar als het heel erg op je lijkt, dan hou je ervan. Als het dan, zeg maar, net vals is, net zoals een muzieknoot, dan heb je er ontzettende hekel aan. En als het dan weer heel ver weg is, zoals een walvis of een zeehondje, dan heb je er eerst weer enorme affiniteit mee. Maar er zit een gebied tussenin, zo tussen Joden en Ariërs, wat gewoon net niet lekker loopt. Nee, je hebt ook gewoon zo'n... stofzuigertje, dat is gewoon zo'n Roomba, die schuift gewoon over de grond. Dat is duidelijk een robotje en dat vindt iedereen prima. En zo'n soort totaal niet menselijk lijkend ding moet je ook voor dit soort dingen inzetten. Dus dan dat mensen lijken, dat is rampzalig. Volgens mij doen ze dat expres om een beetje aandacht voor te krijgen.
Maar ik kan je voorstellen dat mensen dat wel, dat het wel een uitdaging is. En dat, ja, dat je het idee hebt dat je dat moet maken. Maar ik denk inderdaad dat het qua, nou ja, bij de, qua verkoperigheid. Daarom qua overheidsbeambte kan ik me wel weer voorstellen. Hè? Want daar ben je als mens ben je een overlast. En die willen ze eigenlijk niet hebben. Dus dan is het heel logisch dat jij een bijna een Uncanny Valley robot neerzet. Zodat iedereen het een gruwel is om daarmee in contact te zijn. Dus dan, ja, ja, precies. Ja, want, ja, als overheid heb je eigenlijk niks aan klanten. Want de betaling is al gedaan. De betaling is ook verplicht. Ja, dus dat is de hele essentie van waarom je een klant wil hebben, die bestaat niet. Dus die dienstverlening is het meest gebaat bij geen klanten, om het zo maar te zeggen. En ze hebben natuurlijk die ambtenaren lijden allemaal onder die agressie van hun klanten. Tussen aanhalingstekens. Dus ja, dan zet je gewoon een robot neer. Dan heb je ook geen overspannen ambtenaren. Ja, een robot die een beetje onprettig is. Waar het echt onprettig mee zitten is. Ja, een robot kan ook oneindig blijven halen. U zit niet in het systeem. Of het systeem zegt nee. Computer zegt nee. Dan kan je flikker op je klootzak even rot op de regelen. Het systeem zegt nee. Dat is hetzelfde toch als op zo'n website. En dan heb je, dan werkt er iets niet. Dus dan ga je naar de help dingen toe. En dan krijg je zo'n FAQ, weet je wel. En dan je weet van, ja, mijn probleem zit daar toch niet, weet je wel. Dus ja. Je wil meteen een mens spreken, weet je wel. Maar dan moet je eerst daar doorheen worstelen, weet je wel. Dus het enige wat je doet is gewoon zo snel mogelijk zoeken naar die optie van dat je een echt persoon te spreken krijgt. En dan krijg je, uiteindelijk zo'n chat en dan zit daar weer zo'n fucking robot, weet je wel. Die hele FAQ zit te herhalen. Oh. Ja. Nee, goed, ja. Dan moet je gewoon upgraden naar een hoger abonnement, Johan. Ja, zou het. Ja. Maar even kijken hoor, hebben we hier nog een berichtje over een bedrijf. Blijf nog even in die sfeer van Rusland-Oekraïne. Een bedrijf, een Nederlands bedrijf, dat had zaken gedaan, een server uitgeleend aan een Oekraïns bedrijf. Die er wat stoute dingen mee gedaan had. Ja, ik vond het wel, ik weet niet, een beetje achterhaald is, maar je kreeg een heleboel verhalen. Een cyberaanval op Oekraïne. En dat was al, ja, ik hoorde dat op, ik geloof dat bij de Propaganda Report podcast was, dat ze het al heel erg hadden over, ja, er moet de cyberattack komen, wat bij het World Economic Forum ook al voorspeld werd, simulaties gedaan. There will be a cyber pandemic, much worse than the COVID pandemic. En dat ze daarmee kunnen zeggen van ja, iedereen moet eigenlijk een internetpaspoort hebben voordat je op het internet mag. En zo'n Rusland-Oekraïne conflict was ook ideaal voor, maar iedereen gelooft dat gelijk, Russische hackers. Daar vond ik het wel mooi dat er dan na die Oekraïnse site iedereen heeft zo, ja, ze versmeren Russen. En dan opeens, het kwam uit het Nederlandse wormhole vandaan of zo, was het ook weer. Ja, die hadden de server uitgeleend, maar het was dan een. Waren Oekraïners dan of zo? Nou, het ging ervan uit dat de Russische inlichtingendienst GRU erachter zat. Oké. Okay. Maar daar is verder geen bewijs van. Hier, maar dat het plaatsje is nou weer weggehaald. Dat was echt zo'n schattig plaatsje. In Nederland, Orwell of zo. Wormel. Zo'n soort plaatsje. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar de eigenaar, SKB Enterprises, wil niet zeggen wie de klant precies is, controleert de identiteit van onze klanten. En als de politie informatie opvraagt, kunnen ze het krijgen. Ze hebben het op verzoek van de politie offline gehaald. Oké, nou ja, goed. Dan hebben we nog de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam. Nou, dat was heftig zeg. Ja. Ik heb hem wel 20 keer over die motorkap heen zien vliegen. Oké, okay, ja, ik heb helemaal niks gezien. Filmpjes werden overal. Mm-hmm. Nou, wat mij vooral opviel, het was een vent die een bomvest om had. En inderdaad, uiteindelijk rende zijn gijzel
gijzelaar die rende de zaak uit. En hij rende daar achteraan met zijn bomvest. En toen kwam de politieauto en die ramde hem. Wat op zich wel, ja, ik weet niet of het dom of moedig is, maar iemand met een bomvest rammen, zit een zeker risico aan natuurlijk. Uiteindelijk wilde die crypto hebben, 2 miljoen euro in crypto. Nee, geen 2 miljoen man. 200 miljoen. Dus, in e-gulden. Komt hier met zijn e-gulden, nee man. Ja, daar heb ik gehoord dat die e-gulden zou hebben. Ja, ja. 2 miljoen honk, wou die. Ja, 2 miljoen honk. Nee, 200, het ging om 200 miljoen. 2 biljoen floppy coin. Nee, hij had een belachelijk bedrag gevraagd inderdaad, wat het ook niet makkelijker maakt u. Maar wat mij altijd opvalt is, dat was dan met die Tristan van der Vlies ook, die in Alphen aan den Rijn mensen overhoop schoot, dat hij een legeruniform aan had. En dat zie je natuurlijk vaak, dat mensen die... Het is wel makkelijk herkennen. Nou, mensen hebben het idee van geweld plegen in een legeruniform. Ik geloof die vent in Noorwegen, die op dat eiland van het... Breivik. Anders Breivik, ja, het socialistische jeugdkamp. Die had ook een politieuniform aan. En hij schoot die kinderen naar. Maar die kinderen die kwamen op een gegeven moment op hem afzetten. Omdat ze dachten, ja, dat is de politieman, daar ben je veilig bij hem. En ja, zo kon hij zoveel mensen om zeep helpen. Op een gegeven moment moet je dat toch ook in de gaten hebben, Peter. Als iedereen begint neer te schieten. Ja, als het echt close range, dan zou je dat zo wel door moeten hebben. Misschien als je naar een ander stukje van het eiland loopt, dat dan weer iedereen op je afloopt. Dan weer iedereen erop afloopt. Ja, jongens, ik ben hier. Dat is de reden dat ik nog leef, omdat ik altijd bij de politie wegren. Ja. Ingebouwde beveiliging. Jij was ook op dat eiland, ja, Mark. Nee, sorry hoor, dat is natuurlijk niet grappig. Is niet grappig. Nee, het is niet grappig, maar het is even een trend dat inderdaad heel veel mensen hebben het idee van goedgekeurd geweld gebruiken mag je doen in een politie uniform of in een leger uniform. Neem het gekke mensen is kwalijk. Ze zien mensen in uniform geweld gebruiken. Dus als jij geweld wil gebruiken, trek je zo'n ding aan. Ja, het is natuurlijk, ik vind het met dit soort nieuws, ik denk als je dit 50 jaar geleden had meegekregen, dan was er natuurlijk geen Apple Store. En dat is dus het hele punt. Zo'n Apple Store, daar werken allemaal mensen, alleen maar uitzendkrachten volgens mij. Die hebben gewoon een protocol liggen, wat als er iemand zegt dat het een overval is. Nou, en dan hoeft hij nog geen wapen mee te nemen, maar dan is gewoon het bedrijfsprotocol dat je je kassa maar afgeeft. Nou, en daarmee keur ik niet goed wat er gebeurd is, maar... Ja, maar er zat geen 200 miljoen in de kassa waarschijnlijk, dus toen was het verhaal veel lastiger. Misschien had hij even op internet gekeken en zag je dat Apple is een van de hoogstgenoten... Nee, 1% van de marktwaarde. Kunnen ze vast wel missen, weet je wel. Ze zeggen gewoon van, joh, bekijk het even. Ik, shit. Hm? Nee, een paar jaar geleden, of laten we even zeggen 50 jaar geleden, was er iemand naar binnen gelopen en gezegd, ik wil 200 miljoen. En dan had de cashier gewoon gezegd, joh, kijk maar, er is geen 200 miljoen, dus jammer, ga maar weer weg. Maar tegenwoordig werkt daar dus niet iemand die daar echt van het bedrijf is, maar gewoon iemand die de protocollen na moet leven. En dan zegt oké, ik bel wel even de politie voor 200 miljoen. Nou, en dan heb je een hele situatie die... Ja, hoe georganiseerd was die? Ook dat, want waarom moet het hier per se over gaan en hoe dreigend was het nou eigenlijk? Ja, hij had een bomgordel aan, nou... Ja, maar hij stond niet op scherp, die bomgordel. Wat zou dat betekenen? Vroeg mij af. Bomgordel die op scherp staat en niet op scherp staat. Die heeft zeg maar een hele berg dynamiek om je lijf zitten als je daar nou met een auto tegenaan rijdt. Verder nou, maak je geen zorgen dat het ontploft, want het staat niet op scherp. Nou, ik denk dat er met al die dingen een bepaald afvuurmechanisme zit. En als daar de batterij van is aangesloten en de stroom staat erop, dan staat die op scherp. Maar zolang dat het afvuurmechanisme nog niet intact is om het af te vuren, is het gewoon een... Dat afvuren gaat toch gewoon met een vonkje of een schok of zo, of een, net zoals bij buskruid is het gewoon boem, een schot en... Hoe kom je aan een bomgordel eigenlijk? Ja, ik weet niet waar je die koopt. Waar koop je die? Hoe kom je aan de markt met die? Bij Jan Mark. Bij de carnavalswinkel, denk ik. Krijg je... Dat was het, ja...
Heeft u niet ook Bob gehoord? Dat kan ook gewoon betekenen dat het gewoon een dikke fake show was natuurlijk. Ja, precies. Ja, dat denk ik. Er klonk iets vreemds aan die. Ik denk inderdaad dat het. Hij had gewoon een grote riem gekregen. Ik denk dat hij zelfs helemaal niks had. Misschien hij had gewoon dat hij een helemaal grote niks riem aan van Hugo Boss en iedereen die dacht dat het bommen waren. Ja. Hij had ook nog een wapen bij zich. Ja, hoe kom je daaraan? Had hij een vuurwapen bij zich? Ja, toch? Of? Weet ik niet. Ja, ik heb het verder eigenlijk niet. Ik denk, als zo'n winkel binnenkomt en het gijzelt, ik weet niet. Deed hij het met een mesje of zo? Een aardappelschilmesje? Dat zeg ik. Hij had helemaal geen wapens mee hoeven nemen. Want hij hoeft alleen maar naar binnen te lopen en zeggen: het is mijn intentie om hier iedereen te gijzelen. En dan zeggen ze: oh, nou, dat is goed. Dan gaan we even de protocollen van het bedrijf nou afhandelen. En dan is het vanaf nu een gijzelingssituatie. Dus. Er staat hier een foto bij, het lijkt inderdaad wel op een soort vuurwapen. Hij is pagina 15, leest u mee. Ja, maar kom op, die hebben zoiets van, ja, ik wil om 5 uur is mijn werk klaar en ik wil gewoon naar huis toe. Mijn vrouw zit met eten thuis op me te wachten. Je hebt geen wapen bij, hier, dit is mijn vuist, hartstikke idee. Geniet er even van. En dan gaat hij gewoon, dan kan hij lekker weg. De volgende dag ontslagen. Dan is hij wel zijn baan kwijt. Ja. Wat is er trouwens gebeurd met die vage gast die ooit eens zo'n Nederlandse omroepstichting is binnengegaan met een wapen, omdat hij op tv wou? En die Justin Timberlake. Hij had een comeback gemaakt. Hij had nog een filmpje gedeeld. Ik denk nog steeds dat die gozer gewoon 100 bitcoins heeft weggestoken en dat hij heeft gezegd, nou ja, kan beter 4 jaar in de cel zitten, dan hoddel ik lekker makkelijk. Ze hadden toch geheime informatie die ze met iedereen wouden delen? Er was op een gegeven moment een filmpje, die jongen is op vrije voeten gekomen. En in dezelfde week dat hij op vrije voeten kwam, is er een filmpje op Instagram viral gegaan. Waarin dat iemand zegt dat hij die gozer is en dat hij nog steeds iets van plan is. Maar dat is... verder niet, dat is meer dan een jaar geleden en heeft geen follow-up. Wow. Of in ieder geval niet in mijn, heeft mij niet bereikt. Nee. En iedereen bij de NOS voelde zich onveilig. Ja, dat was natuurlijk nog een hele heisa. Want mocht ja... Ja, het zijn allemaal trauma's. Ja. Hij had toch een zeepistool. Ja, ik kan me wel herinneren. Van een stuk zeep had hij een pistool gemaakt. Maar jongens. Ja, nou ja, goed. Je kunt, kijk, een bank beroven heeft geen zin meer. Want een bank heeft alleen maar schuld. Ja. Dus dan ga je inderdaad. Als ik laatst vertelde, ik was bij een bank om een paar dollars om te wisselen. En zei: ja, we doen hier niet aan geld. Je moet gewoon Lieberland stichten en dan staatsobligaties uitgeven. En dan doe je gewoon lekker mee eraan. En als iemand een winkelmedewerker gijzelt, wat gebeurt er dan in het Lieberland? In Lieberland komt, als het daar een samenleving zou worden, maar wat ik voorzie is dat er een Uber voor de politie komt. En dan ben jij gecertified Uberpolice. En die certification die krijg je gewoon op fiat van het volk. En het enige wat jou beperkt in het gebruiken van geweld is dat er een strafbaar feit moet plaatsvinden. En dan mag jij het daar handhaven. Heftig. Zoiets. Ja. Maar over banken overvallen gesproken, waarom een bank overvallen? Als je ook gewoon fietsers kan overvallen. Kom bij het volgende bericht. Er is een proef gedaan met BOA's die in Utrecht fietsers mogen overvallen. En om ze geld afhandig te maken via boetes. En het is groot succes, zegt de gemeente. Oh. Ja, dat vind ik zo'n mooie verkooptruc. En de media doet ook zo brava mee, hè. De proef met BOA's in Utrecht, die fietsen beboeten, blijkt een succes. Ja, alsof er iemand blij mee is, behalve de overheid die dat geld kan. Ik zou dan zo'n straat, één straat in het centrum, waar lekker veel fietsers komen, zou ik dan elke middag tussen 2 en 3 verplicht met fietshelm. En dan kun je het ook heel effectief het inplannen. Dan kun je gewoon 1 uur lang daar staan en alle fietsers kun je gewoon lekker beboeten voor het niet dragen van een fietshelm tussen 2 en 3. En dan heb je makkelijk je quota gehaald aan het eind. Met een enorm leger BOA's, want dat is natuurlijk massaal. Ja. Dat moet dan groot aangevangen. Ik denk wel dat na 3 dagen niemand meer rond die tijd in die straat komt. Ja,
Maar dan verplaats je het gewoon weer. Hè? Dat is, je moet het succesvol houden. Om het succesvol te houden moet je het gewoon... Maar ik weet niet, Josje, of je Utrecht een beetje kent, maar feitelijk is het gewoon één grote verkeersader voor fietsers die dwars zo door Utrecht lopen, ja, weet je wel. Dwars het centrum, ja. En daar gaan ze dan allemaal staan. Maar dan krijg je ook enorme opstoppingen, weet je wel. Want er komen zoveel fietsers daar. Ja, maar dan moeten we eigenlijk gewoon ook een fietsenbelasting voor invoeren, Johan. Ja, nou, Utrecht is en dat moet geautomatiseerd worden. Een fietsenplaatje, net zoals in de Tweede Wereldoorlog. Een nummerbord. En die wordt dan gewoon geflitst, hoor je dan. En dan kan dat ook makkelijk. Dan kun je ook het bezit makkelijk bij je digital ID plaatsen. Dan weet je precies welke fiets van jou is. De fietsbelasting bestaat nog. Het wordt niet geïmplementeerd door... volgens mij wordt het door niemand in Nederland geïmplementeerd. Maar de wet is er nog, dus je kan het gewoon weer invoeren. Dus je kan gewoon weer fietsers markeren en belasten als je wil. Dan heeft u fietsbelasting niet betaald. Nu krijgt u een naheffing van €15.000. Ja. Als u niet binnen 6 seconden betaalt, verdubbelt dat. Nee, is al, want er zit de rente zit er ook al bij. Ja, rente. Wat voor rente heb jij nou over? Nou, je hebt al 3 jaar je fietsbelasting niet betaald. In Utrecht hebben ze daar niet die super dikke burgemeester? Nee, dat is Nijmegen. Oh, Nijmegen. Utrecht zat. Alsof ze alleen in Nijmegen super dikke burgemeester. Nijmegen. Die van Breda is maar een schaamwinkel. Die ene mevrouw die ooit ook voor gezondheid. Dus dat is wel mooi, hè? Dat alle mensen die de overheid voor gezondheid in het harda zet. Dat zijn altijd super overgewicht, super ongezonde mensen. Dat zijn ook altijd van de mooiste memes. Zo. Dan zie je zo'n politicus die dan over gezondheid gaat. Super ongezond, super dik. Zegt van, ja, je moet niet dit eten. En dan zie je iemand super gezond, super strak. Zegt, ja, dat moet je wel eten. Dat is, komisch. Ik haal het wel mooi om lachen. Maar ik meen dat zij van Utrecht was. Maar wat voor gast heb je in Utrecht dan? Utrecht is volgens mij ook weer zo'n super progressief bolwerk. Dus ik denk dat die mensen die daar wonen, die zijn blij met zoveel overheersing. Ik denk dat die als een soort sadomasochistisch genoegen ondergaan ze dat, denk ik, daar. Ja, ze zijn wel blij dat ze allemaal van het gas afgesloten zijn. Ze zijn er helemaal lyrisch over. Dat ze samen de global warming gaan bestrijden in Utrecht. Dat is ook altijd zo belachelijk. Zo, in ons lokale Houtense krantje stond een of ander raadslid. En die zei, samen gaan we de planeet redden. Dat is dan een freaking wethouder of zo, hoopt hij te worden. Ik denk de planeet te gaan redden samen. Maar in status dat je ook, je mag je telefoon niet vasthouden op de fiets. Oh man. Maar ik dacht, het is dus niet zo dat je niet mag bellen, maar je mag die telefoon helemaal niet vasthouden. Ja, klopt. Ja, dat is net als in de auto. Is, maar je mag wel iets anders vasthouden. Je mag boodschappen vasthouden, alles mag je vasthouden. Maar je mag geen telefoon vasthouden. Nee, ook al is je telefoon uit. Mag ook niet pik in je hand. De burgemeester van Utrecht trouwens is Sharon Dijksma. Je moet met Dat is toch die super... Ik dacht dat je op een bril zat. Die super dikke kwartier. Utrecht, ja, wij denken dat zeggen, die is niet lang volgens mij. Je hebt ook nog nooit een normale baan gehad in een leven. Dat zegt het voorbeeld carrière politicus. Ik heb daar nog eens, ik zal eens kijken of ik dat filmpje kan vinden. Er was een Nederlander en die had allemaal filmpjes gemaakt. Dan ging hij in zijn auto. Dat was in de tijd dat je dan niet meer met je mobiel in de auto mocht rijden. En dan ging hij met een blik soep aan zijn oor de hele tijd zo. Door Nederland rijden, maar dat mocht dan wel en dan stopten ze. Hey, een blik kalfsragoe. Kalfsragoe? Ach. Ja, maar ik zag ook misschien iemand dat ik hem daar ook wel kan vinden, kalfsragoe. Ronald Goedemond is dat, dat is superleuk. Er was ook iemand die had koekjes gebakken in de vorm van een mobiele telefoon. Dus die zat dan met zo'n koekje aan zijn oor. En als hij dan inderdaad opgepakt werd, dan zit gewoon een koekje te eten. Dat is dat. Geweldig, hè? En dat die politieagenten er dan naar kijken van, oh ja, als u alleen maar een koekje eet, dan kunnen we er niks aan. Ja, dan is het oké. Okay. Je mag een hele Chinese rijsttafel eten. Geen probleem. Met 2 handen, terwijl je met je knieën stuurt. Maar wat als je nou een iPod vasthoudt? Ja. Maar goed, nee, maar ik zou er niet veel mee spelen, want die politie gaat gewoon liegen.
Je kan wel niet een echte telefoon beet hebben. Zeg van ik heb gezien dat je wel een telefoon beet had. Krijg gewoon dikke boete en dan ben je gewoon uit. Wie gelooft er nou dat u een gelik kalfsragoe aan uw oor had, meneer? Dat was gewoon de rook marihuana. In Amerika schieten ze wel eens mensen neer omdat hij een afstandsbediening in zijn hand had. Dan zegt ze, I thought he had a gun. Maar minister Kuipers, even kijken, wat heeft hij nou weer uitgespookt? Die ontbindt, wacht even, ik krijg een melding. Oh, ik zal het maar even erbij halen hier, al. Hartstikke idee, kunnen jullie dat ook zien. Minister Kuipers ontbindt, even kijken hoor, de kritische commissie die advies geeft over de corona-apps. Ja. Ja, terecht vind ik, want daar is zo'n commissie niet voor om kritisch te zijn. Nee. Hij stelt volgzame commissie samen. Ik bedoel, die commissie of een groepje experts of wat je ook maar hebt, die moeten weten wat een opdrachtgever wil dat de uitkomst is. En zo werkt dat. Ja. En dan gaan ze dan maar een leuk rapportje maken waarom deze uitkomst waarom dat zo goed is. En deze commissie die heeft er helemaal geen ruk van begrijpen. Dus ja, dit is waardeloos. Hier heeft minister Kuipers helemaal niks aan. Ze ontbinden die app. Ja. Had hij gewoon al niet al iedereen kunnen vervangen voor ja-knikkers of zo? Van, als jullie zeggen wat ik wil, dan krijgen jullie van mij een baantje. Of waren alle baantjes al op of zo? Nee, maar dit is precies hetzelfde als vroeger bij de priester, zeg maar, bij de... De koning zei dan, ik regeer in de naam gods. En dan keek iedereen naar de priester van, is dat zo? En dan zei die priester, ja, dat is zo. En dan was het oké. En nu is het zo, I follow the science. En dan kijkt iedereen naar het wetenschappelijk team. En die zeggen dan, yes, hij followed the science. En dan vinden ze dat is het oké. Ja, maar die minister Kuipers, die komt dus in de Tweede Kamer. En die wil dat er doorheen hebben. En die wijst dan gewoon naar dat rapportje. Zegt van ja, ik heb hier een rapport. En in dat rapport staat gewoon dat het allemaal geweldig is. En dat volg ik gewoon. En zo moet het gaan. En dan hebben die mensen in de Tweede Kamer, die kunnen een beetje mopperen en zo. Maar ja, die minister zegt weer, luister eens, het is allemaal helemaal doorgerekend door experts. Als het dan niet werkt, dan kan de minister altijd nog zeggen van ze hebben gewoon niet goed hun werk gedaan daar. Dan is het de schuld van de experts. Ja. Dus of de science has changed. Maar het rare is dat bij het OMT bleek dat de overheid dan toch wel die commissie beïnvloedt wat ze moeten zeggen. Ja, maar dat had nooit uitgemogen komen. Dat was waarschijnlijk niet de bedoeling. Nou, dat is nou dus wel uitgekomen en ik denk ook dat natuurlijk weer fijn is voor de commissie. Maar ik was... Ik denk dat de commissie, als de commissie onder de bus gegooid wordt, als het allemaal misgaat, ja, dan denk ik dat de commissie onder de bus gaat lekken dat ze beïnvloed werden door de overheid. Ik las hier dat ze kritisch waren. Ja, nou dat wordt gezegd. Kritisch. Wat was de kritiek eigenlijk dan? Staat het er ook nog in? Nou, ik heb het niet gelezen. Dat is inderdaad wel... ik was benieuwd. Dat is inderdaad vaag. Eigenlijk zou je bij journalistiek als eerste verwachten om welke kritiek gaat het hier. Maar... Ja, er staat vooral een hele hoop woorden in dat minister Kuipers niet blij is dat er kritiek in staat. En dat hij de commissie gaat ontbinden. Maar wat is nou de kritiek? Dat beter niet doen, die app. Dat is de kritiek. Zo is, ja. Iets wat hij niet wilde horen, ja. Ja, ze zijn, het is niet ze, meer noodzakelijk, zegt het advies. Ze vinden het voorbarig om die commissie op te heffen. Dat is nog niet de kritiek, denk ik. Ik vind het voorbarig om WC eend op te heffen. Ja, ze hebben het. Er zijn altijd baantjes. Er worden gewoon baantjes gegenereerd. Ik denk dat het wel heel duidelijk is hier dat dit is een signaal naar alle commissies toe. Ja. Dat ze niet kritisch moeten zijn. Dit is een soort shoot some peasants verhaal. Dit doen we met kritische commissies. Boom.
We opgeven. Kill the messenger. Maar het eerste wat je moet doen is eigenlijk dat je een beetje moet gaan vissen van wat willen jullie dat wij je gaan adviseren? Ja, toch? Deze commissie heeft dat niet begrepen. Wat vinden jullie nou een prettig advies? Wat zouden jullie nou zelf een fijn advies vinden dat wij zouden geven? Ja, wij kunnen eigenlijk niet met jullie samenwerken. Waarom dan niet? Ja, jullie zijn gewoon vergeten de conclusie te leveren. En ja, dan hoe moeten wij dan ons werk doen? Ja, kijk, bijvoorbeeld met de IPCC van de United Nations, met die klimaathoax. Hebben ze gewoon zwart op wit gezet van, de opwarming van de aarde komt door de mens. En dat komt door het CO2 en het gedeelte van de CO2 wat door de mens is veroorzaakt. Dat is het punt waar door de aarde wordt opwarmd. En jullie moeten gaan bewijzen dat dat zo is. Nou, dan zoek je mensen met een diploma en die moeten dan die conclusie, daar moeten ze een leuk verhaaltje bij maken. Nou, dat is duidelijk. En dan richt je daar gewoon een hele instituut voor op. Gewoon om een vaststaande conclusie te onderbouwen. Ja. Het is dus inderdaad dat ik lees het artikel door en er staat gewoon nergens in wat de kritiek is. De hele verhalen eromheen. Dat het niet meer nodig is en moet je het nu opheffen of wat later. En er zijn kamerleden die een brief schrijven. Over de Volkskrant, hè? Maar er staat gewoon niet in wat was nou de kritiek die ze hadden. Nou, de kop had moeten zijn van minister Kuipers wil corona-app ondanks kritiek van adviescommissie er doorheen drammen. Ja, het hele raar is dat ze weigeren die QR-code op die coronapas op te geven, maar al wel vast die commissie op hebben. Mm-hmm. En er is 30 miljoen uitgetrokken voor die doorontwikkeling van die corona-app. Wow. Dus, ja, dit staat nog niet stil hoor. Dit, mm-hmm. We krijgen een strohalm voor een paar maanden. Nou, die moet je omhoog houden voordat je ergens een zwembad of een café of een restaurant in mag. Ja, laat ik zeggen, de bedoeling van die corona-app, of ja, eigenlijk de horeca-toegangsbewijs is op dit moment. Het is omdat je telefoon heeft allemaal data. En als de overheid allemaal data binnensleept, heeft die data geen namen. Dus ze kunnen niet zo gauw zien van wie alle data is die ze binnenslepen. En met zo'n corona-app. Wat eigenlijk het Europese paspoort gaat worden. Daarmee heeft alle data die jouw telefoon produceert, die heeft meteen een naam, een identiteit. Dat ben jij. Dan weten ze gewoon van oké, daar hoort al die data bij die we binnenslepen. Ja, plus dat er gewoon ook, ze kunnen mensen uitsluiten van een café. Ze kunnen ook dat ook. Een jonge beer kan niet meer naar een café toe. ja, dat ook. We hebben hier nog een reactie in de YouTube van Melvin. Oorlog in de Oekraïne, maar we hebben tenminste wel onze mondluiers op. Ja, dat zeiden we net ook al. Volgens mij loopt hij nog een uur achter. Ik denk dat hij net is gaan luisteren of zo. Hij kan maar beter even het antwoord geven op de prijsvraag. Is dat jouw YouTube-vertraging, Johan? Nee. Maar je kan ook terugscrollen helemaal naar het begin van de uitzending. Als je denkt van, als je halverwege in... Ik geef een hint. Dat antwoord is niet Sharon Dijksma. Maar hij heeft ook genoemd wordt in de... De bekendste libertariër van Nederland. Oh nee, hij reageert nou wel op de COVID-app. Dus ik denk dat hij wel nu zit te luisteren. Ja, precies. Kijkt gewoon live mee. Hij zegt nog, Poetin is goed bezig om ons CO2-gehalte te verminderen. Nou, dan mag hij even uitleggen van mij, want die snap ik niet. En dan nog, stop de miljoenen van de COVID-app in het verlagen van de benzinetax. Ja. Komt er natuurlijk gewoon bovenop, hè. Dat is een beetje hetzelfde als het verlagen van de elektriciteitsbelasting, maar het ophogen van de gas. En dan vervolgens... Nee, wat was het nou? Hij zit in Turkije, dus er zit een 24 uur vertraging in. Oh ja, nee, twee uur vertraging. Ik ben voor meer CO2-uitstoot. Daarom laat ik ook elke ochtend mijn auto twee uur stationair lopen. Melvin, je loopt twee uur op ons voor. Hoe is het daarover? Hoe is het over twee uur? Is bij Melvin al 12 uur. Volgens mij, als hij met Nederland met de euro's daar loopt te strooien, dan is alles lekker goedkoop daar met die inflatie, of niet? Ja, dat is wel waar. Kun je nou lekker veel kopen daar, Melvin? Is lekker goedkoop. Nog meer suiker dan vroeger. Goedkoop huizen kopen.
Vroeger was het al Turkije dat je eigenlijk onbeperkt kon zuipen daar voor bijna niks. Ja. Ik vond het wel leuk dat Bitcoin een all-time high had gehaald in Turkije. Er wordt ook even over die miljoen van die COVID-app gesproken. Maar dat was eigenlijk mijn punt. Jij zei dat het 30 miljoen kost. En toen was ik wel even benieuwd naar wat die app nou precies kan. En jij zegt nu dat het een soort elektronisch paspoort moet worden. Dat is misschien wel wat complexer. Maar gewoon 30 miljoen, daar kun je nogal wat IT-oplossingen verbouwen. Nee. Dat is meer de dingen dan een paar miljard. Maar ze hebben nu nog even 30 miljoen erbovenop gesmeten. Dus, Jezus. Ja, ik heb een link gedeeld in de chat waarin Arno Wellens uitlegt wat de COVID-app is. En dat doet hij best leuk, doet hij op een goede manier. En daarin zegt hij dus, ook video's van de staatsoverheid die daar dus infomercials voor hebben ontwikkeld. Waarin ze dan een beetje uitleggen van, kijk, er zijn de verzekeraars of je gaat een auto huren. En degene die jouw auto huurt, die moet van jou weten hoe oud je bent. Want die moet weten of dat jij een rijbewijs hebt. Ik denk hebt. Dat het tijd wordt om te stoppen met telefoons. Je moet twee telefoons, Klaas. Je moet twee telefoons. Eén telefoon heb je op Niels Harmsen en die andere heb je op Yoshi Livo. Nou, en dan heb je gewoon voor de overheid heb je helemaal niks. En verder leef je gewoon een leuk leven. Ja, maar dat kan je ook gewoon met een gewone Samsung doen. En dan, je kan twee totaal verschillende schermen doen. De een activeer je, open je met je duim. En de andere die open je met je pink. Ik denk niet dat het werkt. Dus daar heb je al je crypto's. Ja, dat werkt. Daar heb je al je crypto's zitten. Die open je met je pink of zo. Momenteel werkt het. Maar ik denk dat je beter twee verschillende telefoons kan hebben. Ah, oké. Maar je kan gewoon op een Samsung kan je meerdere, meerdere startschermen, meerdere profielen doen. Ja, want het is feitelijk gewoon een Linux op besturingssysteem. Dus. Maar heb je wel hetzelfde e-mailnummer. Als ze het tracen, dan kom je uiteindelijk erop uit dat ze allebei dezelfde telefoon gebruiken. Want er wordt altijd de code van die telefoon meegestuurd. Ja. Dus als je nou echt wil bewijzen dat het twee verschillende mensen zijn. Kan je dat nog maskeren met een VPN? Zo diep zit er ook in. De telefoon zelf heeft een code. Dus het is niet de VPN die doet jouw IP-adres. En dat is van jouw internet. Mm-hmm. En dat kun je dan nog verbergen. Maar de telefoon heeft ook nog een code. En die wordt ook meegezonden. Oké. Ja. Maar dan gaan we nog even naar Jaapie toe. Wat heeft hij allemaal uitgespookt? Jaapie van Dissel. Van Dissel die ondermijnde het vertrouwen door de openlijk te twijfelen aan de mondkapjes. Even de vraag nu van mij, van wat valt er precies te twijfelen over de mondkapjes? Want het is toch gewoon... Voor mij was hij gewoon heel wetenschappelijk. Het is toch gewoon duidelijk dat het niet werkt? Ja, de eerste is inderdaad of het werkt, zeg maar. Maar er is ook bij, ik heb gemerkt dat vooral de mensen die vinden dat wij het mondkapje aan moeten hebben, dat er ook nogal veel twijfel is over hoe je hem precies op moet doen. Dus sommigen zeggen... Moet je meer op de kin doen? Of op de ogen doen sommigen ook. Dus vooral de mensen die menen te verplichten aan ons dat het goed is om hem op te hebben, die doen hem nog wel eens, zeg maar, of zo verticaal over hun hoofd. Dus dat vind ik wel geweldig om te zien. Maar die Van Dissel die twijfelde toch precies op hetzelfde moment dat Hugo de Jonge zei van die mondkapjes, dat moeten we niet gaan doen, want dat is schijnveiligheid. Dat gebeurde toch in dezelfde periode. Precies. Dus, ik bedoel, hij was toen in lijn met de overheid. Dus waarom is het nu zijn schuld en niet de overheid? Of hoe? Ik weet niet meer wie vind eigenlijk dat het plaatsen van dit artikel het vertrouwen ondermijnt. Want dat is toch al zo lang geleden. Waarom moeten we het er nou nog over hebben? Ja. Ik heb hem gepost, maar waarom ik hem post was eigenlijk vooral omdat het is vooral een probleem dat hij openlijk twijfelde en daarmee het vertrouwen ondermijnde. En wie vindt dat? Het gaat niet om de waarheid of zo. Je kan gewoon keihard de waarheid zeggen, maar als je openlijk twijfelt aan het kabinetsbeleid,
dan ondermijn je het vertrouwen. En dat is belangrijker dan of jij daar waarheid bereikt. Het hele kabinet dat onderleent zijn, of tenminste dat zegt van wij hebben enorm veel twijfel, want het is allemaal nog onduidelijk en we weten het nog niet. Maar als als een individu het dan doet, dan zou het ineens niet mogen. Ja. Maar er wordt hier niet gezegd in de Telegraaf dat het slecht is dat er een gebrek is aan vertrouwen bij de bevolking in het coronabeleid. En misschien is dat een soort dankwoord richting Jaap van Dissel. Heel optimistisch dit. Maar de conclusie van de onderzoeksraad voor veiligheid, die vindt dat. Ik heb nog nooit van gehoord, maar er schijnt een open feest te zijn. Ik weet dat er bij dat hele OMT was het vooral van... we moeten met één stem spreken. Je moet met één stem spreken. Dat was belangrijk, want we moeten vertrouwen wekken. Dus het moet echt heel waar lijken naar buiten toe. En daarom moet er absoluut niks naar buiten komen over enige oneenigheid of discussie of zo. We moeten gewoon in koor, in één stem zingen, zeg maar. Maar het hele verhaal van, we moeten ergens op slaan, dat is helemaal naar de achtergrond gedwongen, denk ik. Het was vooral, we moeten vertrouwen uitstralen. Zo. Maar goed. Ja. Ik snap het gewoon toch niet. Want kijk, het punt is namelijk, die Hugo de Jonge, die zei op hetzelfde moment als die Van Dissel, mondkapjes, dat gaan wij niet doen, dat is schijnveiligheid, daar moet je niet aan beginnen. En toen op een gegeven moment ging de boel draaien van het moest dan toch maar. Maar ook toen nog was het van, je moest een niet werkend mondkapje op doen. Ja. En toen moest dat OMT dan ook meedraaien van, goed, misschien werkt het misschien werkt het toch nog een heel klein beetje, dat we niet weten dat het een heel klein beetje werkt. Maar hij moest maar wat verzinnen, want hij moest meedraaien met dat kabinet. Ja. Hij moest er een goede reden voor verzinnen steeds. Dus dat was steeds moeilijker. Hij is dan de wetenschapper van het stel. Hè? Dus je hebt het kabinet, je hebt dan die basisleraar, die met zijn clownschoenen. En hij hoort dan bij de echte wetenschappers, het OMT, de experts. Dan moet hij ook een beetje expertachtig overkomen. Maar hij moet 180 graden draaien. Van minuut tot minuut. En hij moet nog expertachtig overkomen. Dus hij zit ook in een positie. Ik bedoel... waar je niet liever graag in zit. Maar ik kan me nog herinneren dat Ollongren en dat je voor mij was K, geloof ik, die letterlijk ook nog bij zo'n persconferentie voor de camera gewoon een journalist een antwoord geven. Die journalist die vroeg van, maar heeft dit nou die keuze dat iedereen die mondkapjes plicht, heeft het nou met gezondheid te maken? Want dat kan toch niet, want dit en dat en dat en dat. Toen zegt K en later ook nog Ollongren. Die zegt, het heeft ook niks met gezondheid te maken. Het gaat om gedragsbeïnvloeding, want het volk moet er doordrongen van zijn dat COVID erg is. Ja, en dat was de enige, ook. Dat was de enige reden dat we dat mondkapje moesten dragen. Dat werd ook in de rechtszaal gezegd. Ja. En dat is ook de reden van, dat het nog steeds aan al die kinderen op scholen wordt verplicht. Omdat het namelijk om die jongere generatie gaat die echt veranderd moet worden. Want die oude mensen, die gaan toch bijna dood, we maken het uit. Je moet die jongere mensen die nog kinderen gaan krijgen, die moeten nu in... Hoe kunnen ze nou nog kinderen krijgen als ze allemaal injectie hebben? Dat blijkt later pas. Maar in ieder geval, die hebben nog een hele lange tijd te gaan. Dus die moeten vooral in hun gedrag beïnvloed worden. En daarom moeten die allemaal nog steeds zo'n melkkorrel. Maar die worden alleen maar een pelser, joh, met zo'n melkkorrel. Nou, als het maar lang genoeg duurt, dan dus niet. Weet je, ik heb die rechtszaak gezien, die werd toen nog gestreamd. En op een gegeven moment zijn ze daarmee opgehouden. En ik denk dat het een slimme keuze was om daarmee op te houden trouwens. Maar vanuit de overheid gezien. Maar anyway, toen was het van die mondkapjes die doen wij vanuit gedragsverandering. De landsadvocaat, want mensen moeten er doordrongen van zijn inderdaad. Dat het allemaal, het is allemaal heel erg, het is allemaal zo erg. Och, het is allemaal erg. Maar toen was het andere punt van je kunt moeilijker ademen met die dingen. En toen was het verweer van de landsadvocaat van, kijk, die mondkapjes die werken niet. Dus je moet ook niet zeuren dat je moeilijk kan ademen, want dat is onzin, want die dingen doen niks. En dat werd gewoon gezegd in de rechtszaal. Dus, en nu krijgt Van Dissel de schuld. Heel raar. Ja, dan moet ik wat met schuld geschoven worden. Maar ik denk bij dit soort dingen dat... Men voelt dat het schip gaat stranden en dan moet het inderdaad, moet er links en rechts wat bommetjes gelegd worden. Dat er mensen af te zinken zijn. Die moeten die molensteen om hun nek zien te hangen. En die zijn natuurlijk ook wel gepokt en gemazeld, dus die proberen ook
weer ergens anders de molensteen om te hangen. Wie heeft die connectie met de Telegraaf? Dat, want is dat dan ook een opdrachtje aan de Telegraaf? Van schrijf even zoiets. Schrijft u van Dissel even de rond in. Ja. Maar ik vind het op zich geen discrediet brengen van Dissel. Want ja, ik vind het wel knap als iemand openlijk twijfelt aan iets. Terwijl er geschreeuwd wordt dat iedereen met één stem moet liegen. Ja. Dat is eigenlijk een meer compliment. Maar compliment. Ik denk dat zij het als een belediging beschouwen. Ja, je zou nog kunnen zeggen van dat misschien heeft Van Dissel zelf de opdracht gegeven aan de Telegraaf om dit te doen. Want nu is het, ja. Er zit nog een zet. Het klinkt nu bijna af van Dissel een beetje integer is. Ja. Hey, ik heb toen nog met niet deze kerst, maar de kerst daarvoor moest ik bij de RIVM werken. Ik moest aan een kerstborrel doen. En terwijl overal waren de bedrijfskantines dicht, bij de RIVM was gewoon een kerstborrel. Het was wel heel sober hoor, maar niemand liep daar met mondkapjes, niemand deed aan 1,5 meter. Het was gewoon het oude normaal daar, weet je wel. Dat zag ik toch laatst ook weer met die Super Bowl. En alle celebrities en politici, niemand loopt daar met een mondkapje om. Er kwam daar met een mondkapje binnen. Dat doen we niet aan op dit niveau. Dat is alleen voor de onderdanen. Maar ze voelen natuurlijk rammel. Nou is er ook weer een rapport uitgekomen van een verzekeraar in Duitsland. Die heeft BKK Provita heet dat. En daar is een board member, Andreas Schuifbeck. En die hebben 10 miljoen klanten. En hebben ze gekeken wat de klachten waren na het krijgen van vaccins. En als je dat extrapoleert naar de Duitse bevolking van 83 miljoen mensen, dan is er een veel grotere schade, zeggen zij, dan er erkend wordt. De data available to our company gives us reason to believe that there is very considerable underreporting of suspected cases of vaccination side effects after they received the COVID-19 vaccine. Je voelt Yoshi van zijn stoel afvallen, bijna van verbazing. Nou, er is al een rapport uit en dat zegt dat er een 96% onder 94% onderrapportage geschat wordt. En hier zeggen ze, waarschijnlijk, als ze het exploreren naar heel Duitsland, dan zijn er 2,5 tot 3 miljoen mensen die onder medische zorg zijn vanwege bijeffecten van die vaccinaties. Ja, nou, er is laatst weer een videootje geplaatst, wat gaat over, er was een dokter en die spreekt met mensen die zeggen dat ze bijwerkingen hebben en daar komt vaak in voor dat ze in de landen Canada, Engeland en Australië krijgen de prik mensen, hoe zeg je dat, de mensen die de prikken zetten, de dokters, krijgen dus de instructie om gewoon een prik te zetten zonder te aspireren. En dat is dan het terughalen van de naald, ja, zodat je zeker weet dat het niet in de bloedbaan komt. Nou, en daar wordt dan wel over gecommuniceerd van het lijkt ons beter dat je wel aspireert. En tot op heden is dat dus nog steeds gewoon gebruikelijk, dat al die mensen de instructie krijgen om dat te doen zonder terug te trekken, die naald. Nou, en ze verwachten dat als je per ongeluk... Nederland ook zo, geen pull-out. Ja, ik zou het niet weten, want ik heb geen prik. Maar ze denken dat als je per ongeluk direct in de bloedbaan injecteert, dat je bijvoorbeeld een extreem hoge kans op myocarditis hebt. En de schatting was maximaal 1 op 3000 en waarschijnlijk lager. Maar dat krijg je ook als je zeg maar dat je er een overheids chemische industrie issue van maakt. Normaal gesproken zou je veel makkelijker moeten kunnen kijken naar wat is het cumulatieve nut. Er zijn vast mensen die denken dat je niet immuun kan worden of getraind in je afweer met een injectie. Maar je kan, zelfs als je dat wel gelooft, dan kun je gewoon gaan kijken wat is het cumulatieve nut van zo'n injectie. Als je een miljoen van die, of 10 miljoen of 15 miljoen of 100 miljoen van die injecties uitrolt, daar zit ook kost aan verbonden. Het kost iets om het te maken. Kijk, het heet wel booster shot, maar het is niet een booster. Ja, maar dat is opbrengst. Kijk, dat is een opbrengst. Stifle, als jij een topsporter bent en je wilt een topprestatie gaan leveren. Nu kijk ik niet naar de Olympische Spelen.
Zolang ze daar meedoen aan de rare dingen. Dat mannen gewoon zowel op de man als de vrouwenlijst de medailles mogen winnen. Dan kijk ik niet. Ik vind, maar, en de anal swaps dan? Die anal swaps. Ik vind even, dat, je kan al die zeggen, sporters nou bekijken. Ja, maar wat ik wil zeggen is dat als je een stopstatie gaat leveren. Ga je niet eerst naar de dokter om te zeggen van doe mij 20 booster shots. Ja, want het is zo goed voor me. Dat ik wil graag extra veel van het spul in mijn lichaam. Nee, zo is het niet. Het heet een boost, maar het is een schade. Het is eigenlijk een downgrade. Nou, en wat je dan hebt is, daar zitten dus kosten aan verbonden. Je hebt de productie, je hebt de effecten. En wat je dan moet kijken is, normaal gesproken, als je niet een agenda hebt, of je wordt niet, je bent niet een bestuur, je bent gewoon zeg maar meer zakelijk ermee bezig. Zoals een persoon die een gezond bedrijf zou willen voeren, ga je kijken, wat is het cumulatieve nut? Hebben we er wat aan om het te doen of niet? En dan zou je heel makkelijk, hè, omdat je ook afgestraft daarop kan worden, van op dat nut, zou je een hele verstandige beslissing gaan nemen. En dat gebeurt er nu niet. En dat is eigenlijk, denk ik, het grootste bezwaarlijke deel met die overheidsinmenging. Want dat hele traject met die ziekte, dat is ervan doordringd van eigenbelang. Al sinds 2 jaar lang hoor je continu berichten van, dan is er een bepaalde beslissing genomen. Maar dan blijkt dat dat was omdat iemand die een vinger in de pap heeft, daar flink aan kan verdienen. En dat gaat de hele tijd door. En op die manier kost het nogal wat. En uiteindelijk zijn de cumulatieve kosten hiervan zijn exorbitant veel groter. Je hoort het al, we hebben hier net zitten praten. En ik merk vooral bij Jan Mark dat hij enorm boos is. Over dat hij niet heeft kunnen spelen, muziek heeft kunnen maken en zijn kinderen niet hebben kunnen sporten. Nou, en zo zijn er veel meer mensen die enorm veel schade hebben gehad. En normaal gesproken, als je gewoon een gezonde, open relatie met elkaar had, een vrijwillige relatie, dan zou je gewoon gaan kijken wat zijn de cumulatieve nutten en de cumulatieve lasten van deze situatie. En dan zou je tot een meer eerlijke uitkomst komen. Maar dat kunnen we niet, want we worden aan elke kant, van alle kanten worden bedot. En dan van elke kant kan iemand zijn eigen gewin er lekker in proppen. En wij kunnen, omdat we niet vrijwillig in die relatie staan, kunnen we ons daar niet aan onttrekken. Ja, en er werd trouwens ook nog van alles in de chat gezegd. Even kijken hoor, in YouTube daar hebben we, even kijken hoor, Melvin. Die zei eerst nog dat zijn kinderen, die vinden de mondkapjes cool. Dus helaas. Maar ja, goed, ja, kinderen, en even kijken, persoonlijk geloof ik niet in vaccinatieschade, maar goed, hij heeft dan toch weer mensen in zijn familie die, even kijken hoor, die nooit wat hadden, maar die liggen nu dan weer plat met allerlei hart- en bloedvaten aandoen. Nou, hij zegt er niet bij of die gevaccineerd zijn of niet. Maar ik maak een beetje op uit het verhaal dat die niet gevaccineerd zijn, maar toch allerlei schade hebben. Ja, ik weet niet. Omdat hij zegt, ik weet het, N is 3, dus het is maar een klein getal. Maar hij kan ook bedoelen dat het nu meer voorkomt. En wat is er dan anders? Ja, nee, of dat die juist hebben omdat ze wel gevaccineerd zijn. Ja, dat kan ook, hè. Het is wel zo dat in het jaar dat er geen vaccins waren, was er ondersterfte. En in het jaar dat er vaccins waren, was er oversterfte. Dus ja, dan zou je eerder zeggen dat het niet door corona komt, dit soort dingen, maar door de... Ja, en de oversterfte was ook hoger in de gedeeltes van het land waar de vaccinatiegraad hoger was, hè? Maar ik zit even naar die foto van Van Dissel te kijken. Heeft hij nou een heel klein mondkapje op? Of heeft hij gewoon een ontzettend dikke harses gemaakt? Ja, en dat is het mensen ook nog zo kunnen zien. Bij zo'n baard is het helemaal belachelijk, natuurlijk, zo'n mondkapje. heb je daar een enorm berg gezichtshaar en zitten. Ja. En daar zo'n mondkapje overheen. Dat sluit natuurlijk voor een meter. Als daar geen COVID-virus doorheen komt. Hij kijkt ook wel gelukkig, hè? En ik denk ook van dat twijfelen, dat komt ergens vandaan. Ja. Van die heeft zoiets van, als ik zo mijn leven moet slijten, gewoon... Volgens mij moest hij het ook gewoon... Ik dacht dat ik roemruchtig zijn rol zou zijn. Dat ik met trots over straat kon lopen als de grote ziener. En nou moet ik voor de foto op met een mondkapje op, over mijn baard heen, waarvan ik weet dat het niet werkt, maar al onder politieke druk. En dan moet ik daarover liegen. En hoe kan ik mijn kinderen nog in de ogen kijken?
Maar hij is wel altijd consequent geweest dat hij daar niet in gelooft. Als je gewoon zoekt naar Dissel mondkapje, hoor je alleen maar citaten dat hij zegt dat het niet werkt. Maar hij draagt er je wel heen natuurlijk. Ja, maar hier moest hij denk ik. Kom er niet onderuit. Bitcoin staat weer boven de 34.000, hè? Laat gewoon weer terug. Josje zit hem omhoog te praten, geloof ik. Nee, want ik heb nog steeds diezelfde crypto deal van vorige week aan de gang in dollars. Dus ik wil het zo laag mogelijk, jongens, want krijg ik meer crypto. Je zit dan short, short op de crypto. Ja. Is het letterlijk ik ben short, aan het kopen. Ik ben aan het kopen. Ja, hij zit ook allemaal zo'n kritieke lijn en daaronder is eigenlijk helemaal niks. Dus ja, de kans is gewoon heel groot dat hij nog lager gaat. Dus, wat ook heel raar is, goud is onder de 1900. Oké. Alles zakt. Als mijn uitkering gestopt is, dan is alles weer omhoog. Dan ben ik net weer te laat. Ook iets bij dat slecht nieuws is goed nieuws. Hè? Je zag dat bij die pandemie ook. Het crashte even, maar dan gaat het zo hard omhoog, want het is eigenlijk een startschot voor nieuwe geldinjecties aan centrale bankeninterventies. Ja. Nou moet ik zeggen dat als je denkt dat dit equivalent is met de coronacrash, dat de centrale banken nu weer de geldkranen openen en een pivot gaan maken, dan ben je nog veel te vroeg volgens mij. Want ik kan me niet voorstellen dat de centrale banken dit zeggen we nou, we hebben genoeg geleden hoor, we gaan om. Volgens mij moeten ze minimaal naar nul QE toe gaan. Zeg maar. Nu kopen ze nog steeds assets bij met de geldpers. En dat zouden ze gaan afbouwen naar nul en dan gaan terugdraaien. Volgens mij moeten ze minimaal naar nul toe en een beetje terugdraaien of zo. Dat ze in ieder geval formeel kunnen zeggen dat ze hun balance sheet wat verkwijnt. Als het al zou gebeuren, dan is het maximaal 2 kwartalen. Maximaal. Je bedoelt 2 kwartalen schrinken van het 2 kwartalen gewoon om het narratief te buigen en te zeggen dat ze het doen. Ja. Maar langer kan het niet. Nee, maar dat vind ik ik vind 2 kwartalen zelfs al wat langer. Ja, okay. Als je het over dat buigen hebt, dan is 3 dagen voldoende, toch? Ja, op vrijdag en dan op maandag weer terug. Ja, met een weekend erin of zo. Ik was vanmiddag bij een vriend en die zei dat Biden had gezegd van als Poetin gewoon Oekraïne een beetje veroverd, dan was het wel acceptabel. Ja, dat heeft hij gezegd. Heeft hij dat gezegd, ja? Ja. Maar dat is een beetje, kom maar binnen met je knecht, toch? Ja, dat is een beetje. Ja, maar daar werd ook enorm veel gereageerd in Oekraïne. Van, wat zeg je nou? Hij zei, ik tel kleine incursie, tel ik niet mee, zei hij zoiets. Wat een kleine incursie, tel je niet mee? Wat is dit voor dolksteek? Ja, maar nu we het toch over Sinterklaas hebben. Kom maar binnen. Er sprak eigenlijk in dat Biden geen zin had in een oorlog of zo. Hoe is het dit jaar eigenlijk met Zwarte Piet gegaan? Oh ja, we hebben bijna geen discussie gehad, Maar ik denk, Sylvana zit in de Tweede Kamer, dus haar missie is volbracht, toch? Ik vraag hem te strooien. Dat zou wel grappig zijn. Volgens mij is het ook afgelast, toch? Dus, we hebben volgens mij een situatie gehad, kan ik me herinneren, dat alleen kinderen met ouders die een QR-code hadden, gevaccineerd wachten, die mochten naar Sinterklaas. En die andere kinderen moesten achter een scherp plastic scherm staan. Ja, maar die moesten achter een hek. Maar ze maakten dat hek ook gewoon met doek dicht. Zodat de kinderen niet naar Sinterklaas konden kijken. Ja, het punt was ook, dat hek dat gingen ze toen pas opzetten toen die Sinterklaas aankwam. Dus die mensen die stonden allemaal op een plek om het te zien. En toen kwamen ineens allemaal boa's hekken ervoor zetten. Toen zeiden ze, waar ben je nou mee bezig, joh? We staan hier gewoon te kijken naar Sinterklaas. 2 uur in de kou daar in de regen, daar wachten tot Sinterklaas komt. En dan komt hij en dan hup, snel dat... die boa's, daar gaan we er nou 5000 meer van aan. Het hek werd betrekkelijk laag. Ik dacht dat alle sociale werkplaatsen al leeg waren, joh. Waar halen ze die boa's dan vandaan? Dat zijn al die asielzoekers. Ja, allemaal van die bloedklas mensen zijn dat, die hebben dan allemaal een herseninfarct gehad. En een TIA. Nee. Ja, dat kunnen we wel. Weet je waar me dat om...
Dan weet je waar me dat dan doet denken? Want als je zoiets dan voor elkaar krijgt, dat die mensen, die onmensen, dat dan ook echt gaan doen, dan weet je ook dat ze trouw zijn aan je. En dat doet me denken aan een verhaal wat ik vroeger op school heb geleerd over de SS'ers. Die kregen een puppyhond en die moesten ze helemaal opvoeden. En aan het einde van de cursus werd gezegd, nou, nu schiet je de hond dood. En dan moesten ze die hond doodschieten. En dat was een soort van... Heel bekend voor, dit verhaal. Maar nou ja, in ieder geval, dat werd mij op school verteld. Ik weet ook niet of het waar is, want school en onderwijs is kut, dat weet je. Maar dit is net zoiets van, als je dan zo'n klootzak bent, dan ben je heel geschikt. Dit is eigenlijk een soort test. Dus net als die hond doodschieten, dit is een soort test van hoe fucking psychopathologisch gewetenloos... Dat is het probleem waar ik vorige week ook aan kaart en het nu nog even benoem. Maar er zijn te veel mensen die het prima vinden als jij ook in het moeras zit. Dus er zijn gewoon mensen die. Er zijn sowieso mensen die houden van regels. Die kikken er helemaal op dat er een soort structuur wordt gemaakt en wordt nageleefd. En dat er sancties zijn. Er zijn gewoon mensen die houden ervan. Maar daar ontkom je niet aan. En dat die mensen dat met elkaar doen, dat zou me ook niet dwars zitten. Maar er is ook iets in een aspect van mensen dat ze natuurlijk heel belangrijk vinden dat jij niet ontsnapt. Dus als zij in het moeras zitten, dan willen ze misschien wel uit het moeras. Maar nog liever willen ze eigenlijk dat jij ook in het moeras zit. Dus dan zeg maar dat... En ik kan me daar zelf niet in inleven. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar ze hebben dus liever dat iemand anders ook ellende heeft, dan dat ze het zelf niet hebben. Ja, die geïnjecteerde vaders en moeders, die hadden inderdaad ook dat hek weg kunnen halen. Van ben je helemaal besodemieten, dit gaat echt te ver, flikker op. Want wat is alleen maar treiterij dit? Laten sturen. Het is puur treiterij. Dat de kinderen het ook niet mogen zien of zo. Dat is helemaal puur symbolisch. Het is alleen maar treiterij. Hier lees ik dat er in Volendam is er een kick-out Zwarte Piet geweest. En ik dat was eigenlijk al heel grappig, want ik zei Zwarte Piet tegen mijn zoontje. En die vroeg toen aan mij, welke Piet is Zwarte Piet? Dat vond ik wel heel komisch. In mijn spraakgebruik is het nog gewoon Zwarte Piet. Gewoon Piet is Zwarte Piet, zeg maar. Maar ja, bij hele jonge kinderen bestaat het gewoon niet. Hij heeft gewoon nooit een Zwarte Piet gezien. Hij ziet gewoon Pieten en hij weet wie de hoofdpiet is en wie de paardenpiet is en zo. En hij vindt het ook heel leuk om een Piet te spelen. Maar ja, toen zei ik Zwarte Piet en toen zei ik, welke Piet is Zwarte Piet? In Bulgarije hebben we toch nog Piccolo en die andere, dat ze als duivels verkleed zijn. Koekero en wat heb je nog meer? Krampus. Van die rare beesten, vol met haar. Inderdaad, ja, klopt. Nee, maar we hebben toch een beetje, want ik vind Sinterklaas nog steeds leuk. Samen liedjes zingen en zo. Ja. Dus wat dat betreft doe ik het wel. Maar... Oh, ik dacht dat Krampus echt in het Alpengebied was, maar dat is ook weer door. Koekeroe heb je meer. Ja, daar heb je Koekeroe en die hebben nog Piekeroe en Krampus is inderdaad Duitsstalige landen, ja. Ja, Flabbergast stuurde nog dit filmpje op, Kick Out Zwarte Piet en Volendam. Dankjewel, Flabbergast. Daar werden ze bekogeld met oliebollen. Ja, met oliebollen. Ja. Maar dat heeft me altijd heel erg, dat mensen gaan lopen schreeuwen erover, dat heeft me altijd heel erg tegengestaan. Terwijl ik zelf heb ik zoiets van, kijk, het is, eigenlijk loop je kinderen eigenlijk voor te liegen, misschien jij niet, maar heel veel mensen die zeggen dan tegen een klein kind, ja, Sinterklaas bestaat en zo. En dan hebben ze een heel fabeltje te vertellen, kinderen geloven dat. En dan uiteindelijk worden ze ouder en dan zien ze gewoon, een of andere, hebben ze een les in de religie gehad, zeg maar. Ja, maar ik vind dat juist wel goed. Want kijk, als je nou kijkt naar hoe je wordt voorgelogen. Dat gebeurt op de televisie.
Er is een echte burgemeester. Dat is echt de burgemeester van de stad. Serieus, met ambtsketting. En dat is hem ook echt. En die staat daar ook die Sinterklaas te ontvangen. En er is een camerateam bij van Omroep Friesland of weet ik veel wat. Dus iedereen zit in het complot. Dus ze worden al gelijk als complotdenker. Hè? Dus de media zit in het complot. De overheid zit in het complot. Je ouders zitten in het complot. De scholen. Nou, dat is gewoon... Dus als je dat dan een keer hebt ontdekt... Nou, dan is zo'n coronaverhaal. Maar peanuts om dat te boren. Ja, precies. Toch? Dat is precies hetzelfde. Zit de media ook in het complot. En overheid en iedereen... Dus ja, dan prik je daar zo doorheen. Nou, dat is hartstikke handig. Kinderen hoeft te liegen, maar ze gaan vanzelf een beetje mee natuurlijk in de spanning en het verhaal en het idee. Het zijn heel magisch. Mm. En ik heb, mijn ervaring is als je het vertelt, dan gaan ze daarna toch gewoon lekker mee met de spanning en zo. Ik weet niet, vroeger was het veel leuker, dat Zwarte Piet. Want ik kan me nog herinneren dat vroeger dan was Zwarte Piet, die was dan ook een beetje, hè, dat was een beetje Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Zwarte Piet was dan toch degene met de roe en de zak. En je werd ontvoerd in een zak naar als je dan iets ouds had gedaan. En dat kwam dan in het donker en dan kwamen dan een paar van die... buurtjongens en die gingen dan heel hard pepernoten door de kamer heen flikkeren, door de hal heen gooien op het moment dat er aangebeld werd. En dan je moeder ging dan hysterisch schreeuwen dat de verf van de plinten afgingen en die werd dan boos. En dat was allemaal... en je had toch een paar van die zwarte figuren en er gebeurde van alles en het was toch een beetje mysterie en er zat ook iets, weet je wel. En dat is door die hele woke shit, is dat er allemaal van afgehaald. Zwarte Piet moest een keer lief zijn en hij mocht er helemaal niet meer. Hè, want kindermishandeling, dat konden ze ook niet meer en een roe en dat mocht allemaal niet meer. En toen is eigenlijk de lol er al afgegaan, vind ik. Van ook die kindermishandeling maakte het nog leuk. Weet je dat in de uitingen op tv... heeft Sinterklaas officieel verontschuldigingen aangeboden voor het roeverleden. Oh, god. ik wil nog... Dat wist je niet, hè? Zijn er ook herstelbetalingen? Krijg je nog een pepernoot? Moet je vanavond even je schoen zetten. Ik wil nog vertellen, als kind had ik ontdekt ik weet niet hoe oud ik toen was. Volgens mij was ik nog geen 10 of zo, maar ik had ontdekt dat ik niet door die hele smalle kachelpijp kon, weet je wel. Dus dat kon niet. Dus ik ging de hele nacht, ik had door dat het verhaal klopte niet van Sinterklaas. Dus ik ging de hele tijd bij de deur zitten wachten, de hele nacht lang. Dan ging ik hem betrappen. Volgens mij komt hij door de voordeur naar binnen en dan doet hij dan pepernootjes en dingen in die zak die bij de kachel hangen. Maar hij kan nooit door die kachel heen. Ja, je maakt gewoon je eigen kloppende werkelijkheid dan gewoon. Hè? Zo zijn mensen. Ja. Maar na mijn 10e moesten ze me uit de buurt van Sinterklaas aan, want ik ging aan die baard lopen trekken, want ik had door dat die baard nep was. Dus ik had ook door van volgens mij is dat gewoon de buurman... Hij draagt geen dat is wel de ellende met die Piet, hè? Want als je echt helemaal zwart sminkt en je doet nog meer dingen op, dan kan je, zelfs als je bekend bent, kan je toch, nee, je moet niet gewoon als vader of moeder, misschien ben je nog wel herkenbaar, maar een klein beetje randfiguur, die kan dan nog wel onbekend lijken. Maar als je alleen maar twee veegjes op je gezicht mag doen, dan ben je gewoon ome Piet, zeg maar. Ja, precies. Maar we hebben nog meer nieuwsberichten. Even kijken, Hiro. Het is een nieuw onderzoek. Hey jongens, kijk, hartstikke idee. Ja, we duiken weer de wetenschap in. Frikandel, die is, even kijken hoor, hartstikke gezond. Ja. Wie heeft dit onderzoek betaald? Is dat ook als je die injecteert, Johan? Ja. Zolang je niet weet wat erin zit, is allemaal prima. Het is vast door een of andere vleesfabriek gedaan, dit. Of, ja, ik weet niet wie het financiert. Maar ik vind het wel typisch weer wetenschappelijk onderzoek. Tegenwoordig wordt alles onder wetenschappelijk onderzoek
geschaard. En net zoals vorige keer hadden we geloof ik een wetenschap. Binnenhuisarchitect. Heeft nu erkend dat mannen echt baby's zijn. Zo'n grote baby's. Ik dacht het over die binnenhuisarchitect had. Die een expert was op klimaatverandering. Ja, dat zou kunnen. En maar waarom zou de frikandel ongezond zijn? Eigenlijk. Ja. Geen idee. Maar hoeveel, fijn met een enorme lange titel. Ja, die kunnen we wel over staan. Maar goed, we zijn weer online. Anders we zijn weer online. Lees jij die titel nog even voor je. We zijn weer online, jongens. Als je die titel voorleest, zijn we 5 minuten verder. We waren bij de kroket. Frikandel, die was gezond. Maar daar hebben we ook gezegd. Laten we die gelijk overslaan, dan hebben we al genoeg over. Gewoon laten we... Gewoon de wetenschapper van de week. Boom. Dan gaan we even kijken waar we ook alweer waren. Volgende is de mail online. Facial recognition firm Clearview AI says it will soon have 100 billion photos in its database to ensure almost everyone in the world will be identifiable and wants to expand beyond law enforcement. Ik weet niet wie dit gepost had. Nee. Ja, het ging om dat gezichtsherkenning populair wordt. Ja. It's coming to a town near you. Ook vraag ik me af of die sommige mensen, gezichten kan je als mens dan niet eens uit elkaar halen. Vraag me af hoe die AI het dan gaat doen. Hè. Nou, ik heb met mijn iPhone 4 jaar gezichtsherkenning. En ook als ik een zonnebril opzet, pakt hij dat gewoon. Alleen die mondkapjes niet. Ook die kippengraat niet. Nee, bij de Olympische Spelen gebeurde dat wel. Hè? Met die topsporters, die hadden een mondkapje. En die werden toch nog door die scans werden ze herkend. Door hun ogen dan, denk ik. Ze roken die enelswap roken ze nog. Toen zei ze, jij hoort erbij. Ik denk dat er zat ook een geurdetectie bij. Ik zie een markt voor echt exorbitante gezichtmaskers. Wat gebeurt er met de uitzending? Ja, wacht even. Oh, kut, ja. Ja, nee, ga verder. Nou, ik denk, Joosje heeft een punt. Weet je wat het namelijk is? Die anal swaps. Men denkt nu er wel dat het gaat om of men inderdaad griep heeft. Maar honden, die kunnen elkaar ook herkennen door aan elkaar kont te ruiken. Dus je kunt heel veel informatie halen uit geur. Uit geur uit de anus. Dus als je dat opslaat... Hè? Via die wattenstaafjes met wat er maar die dan bij jou in de kont zijn gedouwd. Dan kun je inderdaad misschien 10% van alle PCR-tests worden opgeslagen in een DNA-database. Zijn er anale tests in Nederland? Alle Olympische sporters kennelijk moeten zich verplicht anaal laten testen op COVID. Ik ben blij dat ik het boycott. Ik stel voor dat iedereen de Olympische Spelen Nou, ik vind het dus extra spannend om nou te kijken, wetende dat ze allemaal geënelswapt zijn. Ja. Dan vragen ze nog waarom die schaatsers vallen. Hè? Dus tijdens een schaatser, die moeten dan een vierdubbele salto maken en dan weer op hun voeten los. En dan vlak voordat ze gaan schaatsen, dan rammen ze iets in hun kont. Ja, ik denk dat het, ik kan me voorstellen dat zo'n delicate procedure dan niet helemaal goed meer gaat. Wie zou jij dan het liefste, Joosje, dan willen enelswappen van van de Nederlandse schaatsploeg of zo. Als je specifieke namen gaat noemen, moet je nooit doen. Maar is een Nederlandse schaatser? Ja. Blonde schaatsters hebben mijn voorkeur. Jutta Lapland of zo. Ja, die hebben ook vaak een goede kont, hè, die schaatsters. Ja, ik had hier een vriendinnetje en die deed aan rollerskaten. En dan heb je inderdaad, omdat je de hele tijd zo heen en weer schuift. Is dat een Olympische sport? Nee, maar dat is dezelfde spieren die je dan traint als bij schaatsen. En omdat je dan heen en weer schuift, heb je die spieren die naar buiten drukken, die zijn wat groter. En dat is heel, Maar krijg je dan zo'n wattenstaafje dan wel makkelijk naar binnen dan, met zo'n gespierde... Ik weet niet of ze het zelf moeten swappen of dat volgende bericht is weer ver weg, hoor ik. Ja, ik vind dat gemakkelijk. Dan laat volgende bericht. Johan, schrijf in godsnaam. Als er iemand anders nou zwart, dan zal het niet... man. Ja, echt. Maak even je verhaal af van Josje, dan gaan we naar het volgende bericht. Moet je trouwens nooit zeggen, Josje, maak je verhaal af. We moeten nu echt... We kunnen een brugje doen met een screwdriver standje.
morgen om 5 uur okay. op twitch.tv/koningwapen. Oké, goed. Ja, ik dacht misschien wel een mooi bruggetje met screwdriver, standje en volgende bericht, maar... Oh, ja. Hey, ik moet even kijken, ik weet niet. Je kent de schroevendraaiertje niet? 100 miljard foto's in zijn database. Ja, dat was bij de schroeven, man. Ja, we zitten nou met de schroeven. Ja. Hoeveel joints heb je nou, man? Nee, ik zet nou net mijn... Ik ben echt zo sloom geworden dat je 2 berichten achterloopt. Dat is die leffen. Winnen voor koning. Het is niet dat we nou heel snel door die berichten gaan. Dus. Nee. Het is een achterstand van 1,5 uur. Ik zit in die berichten op te zoeken waar het nou over edelswaps gaat. En daar kom ik ook niet tegen. Dus het is allemaal hartstikke verwarrend. Ik zou het gewoon even googlen met safe search af. Maar in ieder geval de EU die heeft, de EU gaat invoer van Chinese schroeven en bouten extra belasten. Ja, dus we hebben een probleem met inflatie, dat de prijzen maar de pan uitreizen. En dan ga je alle dingen die je importeert, die ga je gewoon nog eens extra belasten. Ja. De prijs is wel wat homogener van natuurlijk. Ja. Want ze worden tegen onrealistisch lage prijzen verkocht. Nou ja, dat moet je vooral niet willen hebben, onrealistisch lage prijzen. De EU weet wat realistisch is. Zo'n grapje dat van de drie figuren die dan in een Russisch strafkamp zitten. En dan zegt hij, waarom zit jij hier? Nou ja, ik verkocht tegen te lage prijzen en dat noemden ze dumping. En ja, waarom zit jij hier? Ja, ik verkocht tegen de hoge prijzen en dat was een kartelvorming. En waarom zit jij dan hier? Nou, en hoe is dat nou ook weer? Nee, woekerwinsten noemen ze dat, de hoge prijzen. Die derde, waarom zit jij hier? Ik verkocht tegen dezelfde prijs als mijn concurrentie. Ja, en dat was kartelvorming dan. Dus je was gewoon eigenlijk altijd de sjaken. Ja, het was gewoon, het grapje ging zo dat het was eerst, Walter Blok vertelde dat voor een groep antitrust lawyers. En die antitrust lawyers geloven daar natuurlijk in dat ze goed bezig zijn. En hij begon te vertellen van dat er 3 mensen in een Russisch strafkamp zaten. En ze hadden alle 3 iets anders gedaan. Alle mogelijkheden afgetast en ze waren alle 3 schuldig. En toen lachten ze hard, die trust lawyer. En toen kwam hij met dat grapje over die 3 mensen die in de gevangenis zaten vanwege die dumping, woekerwinsten en kartelvorming. En toen lachten ze niet meer, want dat was precies waar zij aan werkten natuurlijk. dan kan je zien dat het Westen en het communisme hadden eigenlijk hetzelfde. Je maakt de wetten zo dat je altijd schuldig bent. Zo is het eigenlijk in elkaar. Hoe zit het met de Reffel, Johan? Want wanneer ja. Dat moeten we inderdaad ook even doen, ja. Maar er was tot 22:14 was de kwaliteit goed. En iemand zegt wat? Vrijheid Radio gehaktzorg. Jongens, kunnen jullie misschien iets duidelijker zijn? Wat, is er iets mis met de kwaliteit? Ja, tot en met 22:14 was de kwaliteit van de uitzending goed. Ik bedoel, de kwaliteit van het geluid bedoelt ze niet van de inhoud. Ja. Misschien zeker Josje om 22:14 over enelswaps te uit te wijden. Nee, toen had ik mijn laptop open. Trouwens, omdat we even een onderbreking is geweest, want er was even een crash van de software. Dus we moeten weer opnieuw even uitroepteken van Manders gaan doen. als je voor de EFL-regen wil gaan, ja, dan gaan we zo meteen even de raffle doen. Ik denk dat het de spelling. Ja. Het is toy. Ja. Dus mensen, uitroepteken van Manders als je EFL wil winnen. Moet je wel in... Hans Anders. Oké. moet je wel in Twitch zitten, uiteraard. Mijn naam is anders. Ja. Stem anders, stemt van anders. Ja. Dus dan gaan we zo meteen even weer dat raffeltje doen, inderdaad. Dan gaan we nog even naar het volgende bericht toe. Volgende bericht is: de Hengeloze politieagent niet geschorst na omstreden uitspraken over kabinetsleden. Eerst wilde de feiten vaststellen. Ja. Hij had in een groep, dus daarom moet je altijd uitkijken wat je zegt. Dat is altijd goed formuleren. Hij zei dat hier hebben we de agent. Hij is lijsttrekker voor Forum voor Democratie. Ja. Dat is vraag om probleem.
Ja. Inderdaad. En hij had ergens in een besloten groep gezegd dat het kabinet moest op het gehaktblok of zoiets. Of op het hakblok. Dat is eigenlijk met de kop op het hakblok, dat is eigenlijk een heel erg gebruikelijke uitspraak, toch? Ja, dus, ja. Hoe vaak zeggen ze niet in het kabinet, er moeten koppen rollen? Dat zeggen ze gewoon heel vaak. Bijltjesdag, bijltjesdag. Ja, bijltjesdag, er moeten koppen rollen. En nou zegt hij, er werd de kop op het hakblok. En nou wordt onderzocht of er een doodsbedreiging aan het kabinet. Ah, hij zegt er wel achteraan van idem wat met de nazi's gebeurde uiteindelijk. Ja, die werden dan volgens mij opgehangen en die werden niet onthoofd. Maar niet echt op het hakblok. Gaat er iets over nazi? Ja, dat zegt hij hier. Ik kijk uit naar deze uitzending. Ja, oh ja, mensen kunnen dat tegenwoordig zelf in in de chat gooien. Dan moet je uitroepteken, redeem, spatie, Godwin, 1, 2 of 3. Hij schrijft letterlijk, dat had hij op mijn forum gezegd. Ik heb het geoutsourced. Ik kijk uit naar de dag dat de smeerlappen die deze waanzin over ons uitrollen met de kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi's gebeurde dat uiteindelijk. Nice. Hij werkt als hoofdagent bij de politie Noordoost-Twente en is belast met dierenwelzijn. Wat moeten die mensen altijd met dierenwelzijn uit die partijen? Nou, Hitler had er ook iets mee. Jeetje. Hoeveel keer Hitler komt hij in dit bericht niet aan de orde? Ja. Nou, volgens mij had hij wel vis, toch? Nee, hij was vegetariër. Was hij niet een pescatariër? Nou. Ik heb geen idee. Vegetariër zijn dan toch gewoon vis eten, schijnt het. Dus vis heb je geen emotionele band. Hè? Je kan gewoon een vis als, helemaal opvoeden als huisdier en dan aan het eind gewoon boom. Ik heb hier de Godwin. Nee, maar het is wel, hij had darmproblemen volgens mij. Het was niet zozeer dat hij uit medelijden voor die dieren. Ja. Oh, dat weet ik niet. Volgens mij, als je darmproblemen hebt, dan is vlees veel makkelijker te verteren dan. Hij had die darmproblemen omdat hij vegetariër was. Oh, oké. Okay. Ja, dat klinkt wel logisch. Nou, dus. Ja, zie je maar weer, vegetariërs zijn gewoon niet goed voor je. Nee, ja. Raar, hier zegt donderdag publiceerde politie Oost-Nederland een verklaring op haar site. Districtchef Carlijn Baalman zegt erin dat politieambtenaren een voorbeeldfunctie in de samenleving hebben. Daar hechten we sterk aan, aldus Baalman. Dus als de politieagenten een voorbeeldfunctie hebben in de samenleving, dan mag ik dus ook mensen geld uit hun zak gaan trekken voor het zonder licht rijden of fiets. Kook snuiven, Elke keer als jij gewoon mensen besteelt en zeggen, hey, wat ben jij nou mee bezig? Dan zeg ik, hey, politieagenten zijn voor mij een voorbeeld in de samenleving. Dus, gewoon oude dames in elkaar slaan die vreedzaam aan het protesteren zijn. Ja, of met een paard eroverheen wandelen of zo. Ja, ja. Mensen met een hond te bijten die voor hun recht opkomen. Of je met je hond mensen uit elkaar scheuren, inderdaad. Dus ik doe dat omdat politie is bij. Ik vind eigenlijk ook centrale bankiers zijn eigenlijk ook een rolmodel, voorbeeld voor de samenleving. Dus als je mij in de kelder vindt met valse muntbiljetten drukken, dan doet dat gewoon alleen omdat die mensen voor mij een voorbeeld zijn. Nou, maar ik zie er wel wat in, want eigenlijk als ik aan politieagenten denk, dan denk ik aan iets aan de onderkant van simpelheid. Het zijn vaak niet de meest MAVO-niveau, hè? Ja, niet de meest doordachte mensen. En ook niet de meeste mensen die er ook lang bij dingen stil hoeven staan. Meer van doen in plaats van denken. En dat past ook wel bij de maatschappij. Hè? Wat wij toestaan en waar we voor kiezen. Hoort eigenlijk een beetje bij dat type. Dus ik ben het wel eens. Je kan wel een beetje hoog van de toren gaan blazen. En het allemaal beter weten en begrijpen. Maar dan ben je echt zo'n marginaal figuur. En dus in zekere zin is het waar. Als de politie alleen maar uit marginale figuren zoals ons zou bestaan. Dat was een heel klein eenheidje. Maar ja, volgende dit bericht. Maar ja, ik wil wel zeggen, ik wou nog wat zeggen. Dit is wel wat je koopt voor 1600 euro hè, per maand. Wat? Ja, dat is het startsalaris van een agent. Dat is een fooi. Dat is het minimumloon. Ja, klopt. Daar begin je mee als agent. Als het minimumloon 900 was, dan kregen ze 900. Ja. Maar dan snap ik die drugsvangsten wel. Zo ja.
Nou, dus daarom is er zoveel corruptie bij de politie. Want ze krijgen gewoon, ja, ik wil niet de pleidooi doen voor meer salaris voor de politie, hoor. Dat klinkt het wel. Ja, ik zou zeggen van privatiseer het, weet je wel. Nee, maar het is gewoon overduidelijk dat ze gewoon representeren wat de bevolking representeren. Want wij zouden niet in deze situatie zitten als ze allemaal zo hoogdravend waren, of veel betere mensen waren. Nee, we zijn allemaal even simpele zielen, net als de mensen die de politie bevolken. Nou, en daardoor zitten we in het lot wat we hebben. Als we massaal andere soorten mensen waren, dan hadden we wel meer greep op ons eigen leven. Ik hoor Johan eigenlijk elke week weer prachtige dingen zeggen, zoals privatiseer gewoon de politie en noem maar op. Maar waarom hebben wij nou niet een politieke partij? Gewoon, laten we hem de Libertarische Partij noemen. Die dat soort dingen zegt. Ja. We hebben nu een libertaire partij. Die heet de E-gulden. Gewoon stemmen doe je met je portemonnee. Ja, maar ik heb gewoon E-gulden. Ik vind het verhaal online wel leuk. Dus laten we even verder gaan met de Libertarische Partij-idee wat je hebt. We hebben nu een Libertaire Partij. Nou, ik weet niet of je daar wel eens advertenties van... Ja, jullie hebben... ja, heel vaak hebben ze het idee dat als ze hun boodschap maar matig en meer naar het midden toe trekken, waar meer kiezers zitten, dat ze dan ook groter worden. En ja, maar daar zit alles al. Dat ze met zo'n radicale... Ja, maar dat is hetzelfde verhaal als dat ondernemers denken, als ik maar 1% van de Chinese bevolkingsmarkt weet te krijgen, dan ben ik helemaal binnen. En dan zeg je, ja, maar 1% van de Chinese markt, dat zijn 10 miljoen mensen of zo. Wat is dat zo? 10 miljoen mensen. Dat is die 10 miljoen klanten krijgen, daar is net zo moeilijk als 10 miljoen klanten in Europa krijgen. Maar het lijkt makkelijker, omdat het maar 1% van de Chinezen is. Maar dat is natuurlijk inderdaad niet zo, want er zit een heleboel concurrentie in het midden. Ja. En ja, ik snap sowieso niet waarom, ja, als iedereen communist is, dan moet je opschuiven naar communisme om veel stemmen te krijgen. Maar wacht even, daarvoor ga je de politiek toch niet in. Ik heb er trouwens wel gewoon ervaring mee. En wat je veel merkt, is dat je, als je met mensen spreekt en je zit in het sfeer van politiek, als je niet al een libertariër bent, als je niet al met je gedachtegoed daar zit, dan kijk je ernaar met de manier van, wat ga je doen? Dus als mensen over politiek gaan praten, zelfs als ze bereid zijn om scheid te hebben aan Rutte, dan nog steeds zitten ze in hun mindset van, wat ga je doen? En als je heel keihard libertarisch wordt, dan ga je alleen maar zeggen, we gaan geen reet doen. We gaan niks doen. Je gaat het allemaal zelf doen. Ja, je gaat alleen maar zelf doen. Nou, en dat is zo'n harde noot om in één keer die stap te maken, dat ik ook een poosje van mening ben geweest, dat je daar moet je een tussenstap in doen. Je moet... Voordat je gaat zeggen van we gaan niks doen, moet je eigenlijk gaan zeggen wat gaan we doen, zodat we libertarischer zijn. En dat... Ja, maar zij zijn zo gematigd, dat ze niet eens meer opvallen. Nee. En vergelijk het trouwens, je kunt gewoon een Second Amendment nemen, zoals in Amerika. Er zijn maar liefst 2 partijen waar je op kunt stemmen. En hier in Nederland zijn 1000 partijen en er is niet 1 partij. En zelfs de Libertaire Partij kunnen we niet eens op stemmen als je dat wil. Dat is gewoon 1 voorbeeldje. Hè? Ja, ja. Maar ook gewoon de belastingdruk verlagen. Wat is dat nou? Ik bedoel, ik kijk natuurlijk, pakt de Libertaire Partij geen 76 zetels. Dat gaan ze niet doen. Dus om te zeggen van, belasting is afpersing en schaffen we helemaal af. Maar ik bedoel, kijk, als je het gaat uitdragen en mensen worden boos op je, dan levert dat ook weer een beetje publiciteit op. En dan kun je vervolgens gaan uitleggen waarom jij dat dan vindt. En natuurlijk, stel dat ze ooit zo groot worden, dan zullen ze ook compromissen moeten maken. En dan snap ik ook wel niet dat de belasting wordt afgeschaft. Dat gaat toch niet gebeuren. Maar als jij al begint met super gematigd zijn, dat je al inkomstenbelasting is slavernij. Ja, zo'n uitspraak krijg je vast commentaar op. En dan kan je dat uitleggen. Dat is wel goeie. Als jullie daarover nadenken, hoe zou je slavernij definiëren? Hoe zou je het zo kunnen definiëren dat het duidelijk is... Inkomstenbelasting. Ja, oké, maar waarom? Waarom is inkomstenbelasting slavernij? Het onder dwang afnemen van de vruchten van je arbeid. Omdat het een contract is wat je niet vrijwillig kan aangaan. Ja, ook nog een keer. Maar wat, naam, maar wat maakt jou dan een slaaf? Want je hoeft niet te werken. Dat is zo. En daarom is het, zeg ik dus ook alleen, dat inkomstenbelasting slavernij is. Want als ik wel werk, waarom zou het dan zo zijn dat er iemand daar een recht op heeft? Dat is namelijk mijn werk. Als ik vervolgens dat geld ga uitgeven
ergens, dan gebruik ik het geld van een overheid om iets te kopen wat ik nodig heb. En dan kun je ook met water bijvoorbeeld, vind ik ook dat het onbelast gewoon moet zijn. Want je moet wel werken trouwens. Je moet wel werken. Want zelfs als je in een uitkering gaat zitten, dan moet je werken. Anders word je gekort. Nee, stel dat je uitkering door je vader wordt betaald. Hè? Dat kan ook. Ja, dan alleen dan moet je vader werken. Maar in alle andere gevallen moet jij wel werken. Want alles is ook gewoon, alles kost geld. En alles wordt ook duurder gemaakt door die belasting. Je hebt verschillende soorten werken. Dus je moet wel werken. Maar hoe kun je nou niet werken? Nou, je moet geld verdienen. Nee, maar ook als je, ik zou het gewoon anders definiëren. Want het is eigenlijk, het is diefstal van de vruchten van je arbeid. Het is daar, of beroving van de vruchten van je arbeid. Ja. Dus een slaaf hou je erop na omdat je zijn arbeid wil stelen. Je erkent niet dat ze de vruchten van zijn arbeid van hem zijn. En dat spreekt best wel aan. Want in feite zeiden ze dat met Marx natuurlijk ook. Ze bedoelden wel wat anders mee. Maar eigenlijk zeiden ze van, ja, de kapitalist steelt de vruchten van de arbeider en arbeid. En dat kan best wel aanspreken. En natuurlijk hele gewoon echte authentieke slavernij. Dat ook gewoon je hele arbeid werd gestolen onder dwang. Dat vinden we ook niet meer acceptabel. Maar zeg maar de helft van je arbeid stelen onder dwang, dat is nog wel oké. Okay, nee, maar mensen zien zichzelf niet als onvrij. Ja, dus, ik wil er nog wel iets op zeggen, want het echte probleem is... Ja, maar dat zien die slaven ook niet. Je hebt die Harriet Tubman, die zei ooit, die was de Underground Railroad, zijn die. En die zei, I freed 1,000 slaves and I would have freed 1,000 more if they only knew they were slaves. Dus het feit dat mensen niet doorhebben dat ze slaven zijn, dat zegt op zich helemaal niet zoveel. Nee, precies. Ja, ik wilde... ja, dat vind ik dat verhaal van Marx zo raar. Want kijk, als jij voor een fabriek werkt, dan ten eerste kun je voor die fabriek werken of voor een andere. Maar het loon wat jij krijgt is 100% dat loon. Ja, nee, en het is niet. Alleen maar de overheid die dan een deel van jouw loon, wat jij verdient, hebt, afpakt. Het eindproduct wordt verkocht voor een bepaald bedrag. En daar zit alles wat daarin zit, is de arbeid van de werknemer. Dus die moet de volledige winst hebben. En Dat vindt Marx. En dat vindt Marx, ja. En als nooit ja, maar dan gaat hij er zo aan voorbij dat die fabriek gebouwd moet worden. En dat daar een investering voor nodig is. Ja, en dat daar een risico ook voor wordt genomen. Ja, want in feite is het zo dat bij het verschil tussen bij kapitalisme, het loon wordt betaald door de kapitalist. Want als de arbeider werkt, dan is er nog niks verkocht. Die werkt aan een product dat nog niet verkocht is. Dus dan kan die ook nog niks krijgen. Het geld stroomt pas binnen als het product verkocht wordt. En wat de kapitalist doet, is die schiet het loon van de arbeider voor. En die moet dan maar geluk hebben dat het product inderdaad aan het eind verkocht wordt. En dat hij dan dat loon weer terugkrijgt. Plus een vergoeding voor het risico dat hij loopt. Dus inderdaad, Marx plus heeft iedereen kan natuurlijk gaan ondernemen. Ja, het probleem dat ik eigenlijk nou zelf, doordat we het erover hebben, bedenk, is dat die ondernemer, of die kapitalist, hoe je hem wil noemen, die verplicht eigenlijk zijn werknemers om die loonbelasting af te dragen. En die staat onder zoveel druk van de overheid dat die zegt, ik wil geen andere werknemers in dienst als mensen die hun loonbelasting afdragen. Nee, maar laat ik het... Ja, maar dan heb je dus weer een overheid, dan kom je weer in het libertarische. Zeggen, maar wij leven nu de samenleving zoals ze nu is. En binnen onze samenleving zoals ze nu is, kunnen mensen een gesprek hebben waarbij ze het over slavernij hebben, alsof ze naar iets verwijzen wat buiten hunzelf staat. Snap je? Dus kennelijk is er een slavernij die je in Nederland kan bespreken, of in een ander westers land, waarbij je dus in ieder geval de dissonantie hebt dat het niet over jou gaat. Dus nee, maar dat is logisch, lijkt me, want die framing is zo gemaakt dat een slaaf is een neger van 100 jaar geleden. En dat is een slaaf. Oei, je hebt het N-woord gezegd. Ja, maar slavernij is toch helemaal, dit is niet zo'n heel belangrijk punt. Oei. Het gaat erom gewoon, als het om belasting gaat het gewoon om afpersing. En afpersing is gewoon een misdaad. Als je het over slavernij zou hebben, dan zou je nog kunnen zeggen dat leerplicht een vorm van slavernij is. Ik zou zeggen dat er juist wel slavernij is. En ik probeer dan naar een definitie te komen waarbij je kunt uitleggen in onze huidige context wat is om slaaf te zijn. Want iedereen weet dat slavernij bestond. Nou, en wat is het doel van slavernij? Dat zei Peter, en dat is op zich wel bekend. Het doel van slavernij is dat je gebruikt zeg maar de productie van mensen. En daar wil jij complete controle over hebben. Dat is
dat is een slaaf ten opzichte van de slavenhouder. Dat de, er is een mm-hmm. eigendom. En dat eigendom kan je tot uitdrukking brengen, denk ik, in het feit dat als jij vrij zou zijn, wat je niet bent, maar als jij vrij zou zijn, zou je namelijk jezelf in slavernij kunnen doen. En dat kan je niet. Ja, je kan wel voor iemand anders gaan werken of zo, maar dan, ja, dan neemt nog steeds de overheid een deel. Het is niet zo dat er zijn je... nou een heleboel van die huisvrouwen met blauwe ogen die heel anders denken dan jou, Klaas. Nee, maar dat als jij zeg maar, kijk, de essentie van slavernij is ook niet mishandelen. Dat wordt slaven die moeten in een keten en die moeten met zweep. En dat is flauwekul. Slaven zijn kostbare productiegoederen waar je in investeert. En die je in conditie houdt. Kijk, de reden waarom wij een maatschappij hebben zoals nu, is omdat de eigenaren willen niet micromanagen. De eigenaren willen niet zelf gaan micromanagen dat jij eten krijgt. En dat jij wel of niet naar de dokter gaat als het echt nodig is. En dat jij je skills krijgt zodat je je slavenwerk kan uitvoeren. Dat is allemaal bullshit. Als je dat allemaal moet gaan micromanagen, ja, dan heb je, dat is veel te duur. Dus wat jij wil is dat de slaaf zelf al die moeite doet. Dus zelf zijn eten verzorgt. Zelf de dak boven zijn hoofd doet. Zelf zorgt ja, dat hij... En ook zelfs een beroep, beroepkeuze precies. doet. Waardoor hij het meest productief is. En dat jij, dat jij talent het dat meest er maar weinig eigenaren hoeft te zijn. Die, en dat die eigenlijk alleen maar dat oogsten op zich hoeft te nemen. Dus als het tijd is om te oogsten, moeten ze oogsten. Nou, en dat is wat er gebeurt. En de reden... of de definitie waarin ik denk, je bent pas vrij als je jezelf in slavernij zou kunnen zetten. En als jij jezelf niet in slavernij kan zetten, als jij jezelf zeg maar in slavernij zou zetten, maar er komt toch nog een andere partij die zegt van nee, maar ik ben eigenlijk de baas en ik wil een deel van deze taart, dan ben je niet echt in slavernij. Dan ben je al in iemands eigendom en dan binnen dat eigendom kun je zelf wat beslissingen maken. Maar dat is, ja, daar zit net die grens van vrijheid. Als jij echt het hele rare is dat mensen inderdaad, ik heb een discussie met iemand gehad en die zei, waar gaat volgens jou dan slavernij om? Die zei, ja, het gaat om onderdrukking, mishandeling. Ja, maar het hele idee van katoenplantages is niet dat je mensen wil slaan. Het is niet zo dat het doel mensen slaan is en dat het middel daartoe katoenplantage is. Nee, het doel is katoen plukken en de mensen slaan is het middel daarvoor. Maar dat had hij eigenlijk niet eens door. Nee, precies. Nee, slaaf. We doen wat in de chat gezegd op jouw reactie op jouw Klaas. Het is goedkoper om mensen gewoon... Fijne avond. Het is goedkoper om mensen gewoon in dienst te nemen. Slaven proberen altijd te ontsnappen. Tenzij de overheid dat verhindert. Ja. Maar je bent ik denk inderdaad dat voor de reden dat de slavernij niet Simon, bestaat. Is slavernij bestaat wel, Simon. Je bent een slaaf. Maar je vindt het prima. En dat is ook oké. Het is prima om een slaaf te zijn en dat oké te vinden. Want je kunt niks. En ik ben ook persoonlijk van mening dat een ontsnapte slaaf zijn is niet geweldig. Hey, je kan misschien een obscure plek in de wereld vinden dat je kan ontsnappen en dat je niet meer een slaaf bent, dat je niet meer het eigendom bent van een of andere eigenaar. Maar dat is niet hetzelfde als vrij zijn. Een ontsnapte slaaf is niet een vrije persoon. Dat is een ontsnapte slaaf. Je bent van de overheid. Je bent van de mensen die de overheid als middel gebruiken om jou te oogsten. Jouw productiviteit is wat moet worden geoogst. Dus jij werkt en van alle energie die jij besteedt, van alle welvaart die jij genereert, krijg jij dat stuk waarmee je jezelf gezond kan houden. Een dak. Ja, maar daar is hij het wel mee eens. Het gaat erom van, hij is dat volgens mij ook wel mee eens. Ja. Wat hij zegt, en daar ben ik het weer mee eens, is dat namelijk, ik denk dat deze vorm van slavernij waar wij in zitten, is inderdaad een effectievere manier voor hun. Dan de ouderwetse slavernij. Dit is een slavernij 2.0. Ja. Dit is inderdaad... Ja. En daarom bestaat die ouderwetse slavernij ook niet. En omdat dit gewoon beter... Deze 2.0 is inderdaad effectiever en goedkoper en levert meer op. Daarom ben ik ook van mening dat er niet een abolition movement is geweest, maar een transitie movement. Er is een transitie movement geweest van mensen die beter snapten hoe slavernij werkte. En die hebben altijd zoiets van, ja, dat... mensen opsluiten in een hek en dat we erachteraan moeten als ze weglopen. Daar moet het af. Ik denk niet dat Frederik Douglass dat voor ogen had. Dat ben ik van mening verteld. Ik denk dat de mensen die
niet iedereen, maar de uiteindelijke mens, de uiteindelijke denkers, die hebben een transitiemovement gedaan. Die hebben gedacht van ja, het meest productieve is gewoon mensen oogsten. En je wilt ze het liefst oogsten op hun meest productief. Dus als jij mensen kunt oogsten, als jij mensen als productiefactor in jou, ter verdienste van jou kunt hebben, dan zijn ze het meeste waard als ze zo productief mogelijk zijn. En ik denk dat door schade en schande hebben heel veel eigenaren door de tijd heen geleerd dat, en soms hardleers geleerd, hè, soms wouden ze dat niet loslaten, wouden ze beslist die kooi en die keten en die zweep, dat wouden ze beslist houden, dat hebben ze geprobeerd te verdedigen. Maar die andere slaven, die andere manier van slaafhouden was gewoon veel productiever. En dat is waarom wij nu leven zoals nu. Wij zijn, zeg maar, min of meer blije slaven. Je hebt je vermaak, je houdt genoeg over van je geld om jezelf wat te vermaken. Maar echt heel veel ingreep, zeg maar, dat hele stuk inkomen en het vermogen waarmee je je leven echt vormgeeft naar eigen inzicht, dat krijg je niet. En natuurlijk zijn er wel mensen met uitzondering. Er zijn mensen die veel rianter leven. En er zijn mensen die hebben super luxe levens. En het is, maar de essentie is daar. Dat jij. En dat is maar probeer ik als definitie van slavernij te geven. Als jij vrij bent. Dan betekent het dat je jezelf in slavernij kan geven aan iemand anders. En daarbij dat diegene 100% van jouw verdiensten toeëigent. Dat is het wat betekent. Maar goed, dat is jouw tactiek voor de libertaire partij eigenlijk. Dat is waar het om ging. Dit is een nieuwe strategie. Ik ben weer teruggedraaid. Ik ben teruggekeerd naar wat jij net zei. Maar dat het eigenlijk veel handiger is om gewoon een contrasterende mening te verkondigen. Ik denk dat, we hebben dat geprobeerd. Ik ben ook een poosje van mening geweest dat je meer aan moest sluiten. Maar ja, zoals dat nu gaat, ik denk niet dat het heel effectief is. En ik denk dat het inderdaad dan handiger is om gewoon zo ver buiten de comfortzone gewoon te verkondigen hoe het zit. En dan gewoon te zien wat je daarmee aantrekt. Dat je eigenlijk voor de mensen. Ja, ik denk dat de tijd er ook meer rijp voor is. Ja. Want ik merk dat om me heen. Gewoon, ik heb vrienden gehad en die waren al een hele leven lang SP'er. Ja. Nou, en die zijn nou in één keer libertariër. Ja. Weet je wel, die zijn zo gedraaid in het hele verhaal de afgelopen 2 jaar. Die ogen zijn zo geopend. En hoe is dat dan gebeurd? Gewoon door de maatregelen? Ja, het is gewoon door die maatregelen zijn ze zich heel erg gaan. Ze zijn heel erg zo van, oké, alles wat mij verteld wordt, dat klopt niet. Ja. Niet door de media, niet door de politiek, niks klopt. Maar hoe lopen nou, die geldstromen? En dan kwamen ze er gewoon achter dat gewoon alles aan corruptie vasthangt. Alles gewoon. Het is één grote, wat wij libertarisch crony capitalism noemen. Hè? Mm-hmm. Daar kwamen ze gewoon achter. Ja. Dat het daar eigenlijk alleen maar. En ook omdat in het hele coronaverhaal in Nederland waren de partijen die echt verschrikkelijk hard daarachteraan liepen. Dat waren de SP, GroenLinks, PvdA. Die gingen in alles mee in Rutte, het kabinet Rutte. Als het om de vrijheidsbeperkende maatregelen ging. En alle gekkigheid, je kunt het niet verzinnen. En dus zij voelden zich ook door hun eigen. Ze hebben gewoon dus altijd braaf op die SP gestemd. Dat was dan vroeger nog de Partij van de Tomaat. En die waren nog een beetje euroceptisch. Ja. En die hadden het nog over. Dat noemden ze dan niet crony capitalism, maar dat noemden ze dan neoliberaal. Ja. En de oplossing daarvoor was nog meer overheid. Maar ze waren wel de enige partij, de oude Marijnen, ze was de enige die dat het crony capitalisme. Ging duiden. En dat noemde hij dan neoliberaal. Maar het was iemand die dat dan in ieder geval. Hè, zijn oplossingen waren wel fout. Hè, dat zorgde alleen maar. Maar in ieder geval, die partij, die werd ook een soort PvdA GroenLinks. En die schoof het ook nog helemaal door naar Rutte. Het werd, de SP GroenLinks en PvdA en de VVD werd gewoon één partij in D66. Ja. En dat toen. Dat heeft bij veel mensen zoiets van. Maar deze richting, deze stroming is er ook niet voor ons. Nee. Ze zijn er niet voor ons. Nee. En dat heeft hun heel erg toen laten kantelen, heb ik het idee.
En ik heb dat gewoon gemerkt. Ik zei wel eens iets libertaars, maar nooit op een hele evangelische manier. Want zo ben ik niet naar mensen van hier wel bij Vrijheid Radio blaar ik alle kanten op. Maar één op één met mensen, zit ik helemaal niet met één op één niet in elkaar. Ik zeg gewoon heel rustig dan van nou vind, ja. Ik vind het wel een beetje gewelddadig voor een libertariër. Ja, ik ben, dat klopt, ik ben radicaal en zeker hier voel ik me ook heel lekker. Doodstraf uit zelfverdediging, zeg maar. Nou ja, maar goed, dan, nou ja, als je naar het non-agressieprincipe kijkt, dan zijn er mensen die zeggen van, nou ja, bijvoorbeeld wat Pinochet heeft gedaan om communisme, om communisten uit de helikopter te flikkeren. Die zeggen van, ja luister, die communisten die willen jouw bezit afpakken. Ja, en je vrijheid. En in principe iedereen die tussen jou en jouw vrijheid instaat, ja, daar mag je gewoon daar mag je op reageren. Je mag geen geweld initiëren, maar je mag wel met geweld jouw vrijheid en bezit verdedigen. En dat betekent ook dat je ze inderdaad mag vermoorden. En want dat zal ook wel moeten. Bijvoorbeeld met politieagenten en leger, daar kun je niet mee praten. Die moet je vermoorden. Dat is het enige wat je kunt doen. Dus ik vind dat ook helemaal niet onlibertarisch. Ja, van mening, ja, als het gewapend naar je toe komen. Wat zeg je? Moet aansluiten. Als het gewapend naar je toe komen. Huh? Wat zei Johan? Oké, ik zeg ja, als het gewapend naar je toe komen. Nou ja, in principe zal een politieman nooit stoppen. Hij zal eerst proberen jou te arresteren, dan misschien in de handboeien doen. Dan zal hij jou, ja, uiteindelijk trekt hij jouw pistool. Trekt hij zijn pistool. Dus de enige manier om dan, als jij zegt van, nou ja, maar ik wil wel mijn onderneming open houden, hè, mijn restaurant, dan is uiteindelijk het doodschieten van die agent is de enige oplossing. Want die agent zal altijd doorgaan. Dus als, ja, ik dus, ken een verhaal, dat hoorde ik in toen ik in Limburg was. Boas ook, moet je ook doodschieten, je moet ze allemaal. Daarom is die second amendment ook zo belangrijk. Jongens, mag ik even? Kijk. Die gasten, dat is MAVO-niveau en BOA is nog lager dan dat. Ik bedoel, en jij bent intelligent. Ja, ik bedoel, er zijn andere oplossingen, weet je wel. Ik bedoel, als jij op een agent schiet, dan komen er heel veel agenten naar je toe om met z'n allen op en jou te schieten. Daarom heb je ook een net. Trek je aan het kortste eind. Daarom is die Second Amendment ook zo belangrijk. Want in Amerika hebben ze gewoon maar gezegd heb je genoeg kogels, van als een overheid radicaal wordt. Dan moet de bevolking helemaal gewapend zijn. En die moet dan die geradicaliseerde overheid moet die gewoon omver kunnen werpen. Proberen we toch wat anders. Maar mag ik even kijken. Maar je kent Outsmartem, zeg maar. Hè? Hun zijn niet zo intelligent. Jij wel. Dus dan kun je het tal van andere manieren oplossen. Ik hoorde toen ik in Limburg was, een heel verhaal wat daar de ronde deed. Was dat zo'n kroegeigenaar die werd lastiggevallen door BOA's. En de boete was een paar duizend euro, geloof ik. Dus die had gewoon briefjes laten printen, maar gewoon met een printer. En laten bundelen. En als die BOA kwam, toen zei hij van, wil je het cash hebben? Of wil je het gewoon op de officiële manier, of zal ik het zo'n cash geven? Ja, die BOA is niet slim, dus die denkt, ah, cash? Ja, die zag al dollartekens, doe maar een cash. Dus die ging dat meteen in de volgende kroeg, ging dat opzuipen. Dus die had die boete in cash aangenomen. Er waren allemaal valse bankbiljetten. En die ging dat in de volgende kroeg, wil je dat uitgeven? Dus die had daar flink lopen zuipen en toen moest hij de rekening betalen. Ik kwam met al die balen geld. Ja, dan had hij iets uit te leggen. En kijk, in Nederland zul je wel zo moeten, Johan. Want je zult wel, want wij kunnen helemaal niks. Dus ik ben ook niet voor geweld. Waarom ben ik niet voor geweld? Vanuit een strategisch oogpunt ben ik niet voor geweld. Maar ik ben niet principieel tegen geweld. Het is alleen maar. Ik ben bijvoorbeeld voor viruswaarheid. Dat snap ik wel. Die willen geen geweld. En die hebben daar een uitleg voor. En ik zie het ook als de juiste strategie. Het is misschien ook wel iets waarin zij geloven. Maar ik heb geen. Ik ben niet principieel tegen. Dat is het enige. Ik geloof in het non-agressieprincipe all the way. En inderdaad ook op een misschien veel heftigere manier dan andere libertariërs. Maar goed. Ja, maar kijk, als je gewoon directe aanval gaat doen, ja, dat is zelfs in de strategie is dat al geen slimme tactiek, weet je wel. Als je gewoon huppakee. Nee, maar je moet ook winnen. Kijk, je moet alleen maar winnen. Dus op het moment dat je uiteindelijk geweld gebruikt, ja, je kunt natuurlijk als je gewoon geen kant op kunt, kun je er inderdaad voor kiezen. Maar in principe kun je alleen, je moet al gewonnen hebben.
voordat je geweld gaat gebruiken, moet je al van tevoren weten dat je ook dan gaat winnen. Anders moet je niet doen. Zelfs dan is gewoon het geweld gebruiken ook al vaak niet de slimste oplossing. Als er een slimmere oplossing is, dan moet je dat doen. Maar ik zeg gewoon dat ik niet principieel tegen geweld ben. Kijk, in libertarisme is het ook zo dat iemand voor de schade op moet draaien die aangericht heeft. Als je hem gaat doodschieten, ja, kan hij nooit voor de schade opdraaien die hij heeft aangericht. Ik ben ook wel geneigd om in die fantasiewereld. Ja, maar hij kan geen verdere schade verrichten. Ja. Kijk, en het is natuurlijk zo van. Kijk, als jij een ton schade hebt omdat jouw restaurant dicht is. Waar ga je dan bij die politieagent of bij die BOA die ton dan ophalen? Dat weet ik niet waar je dan precies dat geld op moet halen. Maar je moet eerst de slag gewonnen hebben. Je moet voordat je gewoon verhaal kan halen. Want dan zul je inderdaad. Het is gewoon een theoretisch verhaal. Hè? Je zult dan eerst die oorlog gewonnen moeten hebben. En dan de overlevers die je krijgsgevangen heb gemaakt, die moeten dan gaan werken voor de terugbetaling. Die zullen de rest van hun leven slaaf moeten zijn om inderdaad om weer wat terug te krijgen. Want en dan gaat het niet alleen maar om die ton van het restaurant, maar je bent ook gewoon kogels kwijt en kalasnikovs kwijt en een hoop energie om je vijand te verslaan. Dus zij moeten inderdaad gewoon boeten. Dat voor de rest van hun leven, maar dat is een theoretisch verhaal, want dat is natuurlijk super lastig. Zeker in deze tijd. Kijk, toen wanneer is die grondwet geschreven in Amerika? Toen was het 1773, maar die grondwet was iets later. Ja, dat was natuurlijk een iets andere tijd, want die overheid die had ook maar gewoon musketten. Hè? Ja, de wereld was ook veel kleiner. Je hebt nu veel meer middelen om propaganda te doen en dat ook veel sneller uit te spreiden. Ja, daar soms moest communicatie moest via gammele lijntjes vanuit een speciaal bureautje of het moest op papier. En dat duurde allemaal heel lang, dus er kon heel veel gebeuren voordat er een heerser of eigenaar maar op de hoogte was van wat er gebeurde. En ja, daardoor, en dat was, daar moesten ze zelf ook mee spelen. Dat konden ze ook niet te strak naleven, want dan werd het overduidelijk dat hun greep eigenlijk heel was. Maar er gaat wel ook iets uit van een dreiging, hè? Want als je nou kijkt naar Amerika, in Amerika mag je gewoon wel wapens hebben. Hè? En als je nou kijkt naar waar is nou vrijheid, hè, met die coronatoestanden in Texas, hè? En Florida, waren de republikeinse staten waar ze het meeste trigger happy waren, waar ze de meeste guns hadden en de meeste munitie. Ja. En misschien zit er ergens in het achterhoofd van die heersers wel iets van, ja, als we ze nou echt boos maken, hebben ze wel wapens. Ja, en misschien worden die heersers dan toch ietsje voorzichtiger. Ja, snap je? Dus het kan ook misschien preventieve werking hebben. Ja, ik denk vooral voor politici die daar in diezelfde streek wonen. Hè. Het is heel makkelijk om op een afstandje mensen wat op te leggen. Maar als jij gewoon met je stemvee zelf, als je die gewoon tegenkomt in de winkel en ze zijn bewapend, ja, dan kun je het volgens mij niet te gek maken. Nee. Simon zegt nog, in de 1773 had je nog geen truckers, maar ja, ik moet zeggen, die gasten van de Boston Tea Party die vracht in het water dumpte met de Boston Tea Party, ja, dat waren de truckers van die tijd, weet je wel. Maar die hadden toen schepen, weet je wel. Dus die gooien alle vracht overboord omdat ze geen belasting wilden betalen. Ja, dus dat waren de truckers van die tijd. Ja, maar moet je nou eens voorstellen, als er nou zo, wat, als je mij hoort praten, dan denk je natuurlijk wat een gek. Maar als nou de leider van zo'n politieke partij dit soort dingen allemaal heel rustig gaat zeggen. Gewoon niet zo iemand zoals ik, maar gewoon een beschaafd iemand. Hè? Twan Manders. Ja, en die gaat heel rustig uitleggen waarom het goed is dat we allemaal machinegeweren hebben en pistolen en met munitie. En rustig uitleggen dat de belasting gewoon afpersing is en misdaad. En laat dan iedereen maar boos op hem worden. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Laat ze allemaal maar, want het zijn. We hebben zo iemand, dat is Twan Manders. Nou, ik zal nog een keer. ik ga hem binnenkort nog even een berichtje sturen, onze Twan. En gaan we nog aan die raffle draaien, of hoe zit dat? Ja. Oké, uitroepteken Twan Manders. Ik kijk niet mee, jongens. Ik kijk niet mee. Ik taai hem af. Oh, jongen. Is dat al zo laat? Verder. Ik ga even naar het wiel toe. Het is, we moeten misschien nog even een keertje uitroepteken van Manders in typen.
Even kijken hoor. Dan moet ik even. Hoppakee. Dan kom ik hier naartoe. En even kijken hoor. Dan moeten we even. Hoppa. Oh, uitroepteken natuurlijk. Uitroepteken, ja. Showwheel. Nou, tot nu toe is het inderdaad 2 jaar. Dus alles is weer gewist. Vanwege die crash. Dus mensen, als jullie. Ja, EFL's. Het gaat om 10 EFL's. Dus uitroepteken Twan Manders. Wat ziek idee. Er zijn niet zoveel. Nee. Ja, iedereen is natuurlijk eruit. Hij motiveert alle crashes. Ja, ja. Ja, Flabbergast, hartstikke idee. Oké. Dan zet hij er even bij dan. Ja, die komt automatisch erbij. Dat gaat automatisch. Oké. Ik zit er standaard bij, dat vind ik wel jammer. Maar ik doe zo. Als je op Vrijheid Radio komt, dan wordt die automatisch verdeeld onder iedereen eigenlijk. Ja, doe ik dat gewoon. Krijgt iedereen een beetje. Ja. Dus dames en heren, uitroepteken Twan Manders. Ondertussen kunnen we misschien nog even het volgende bericht nog even... Oh, ja. Volgens mij in YouTube werkt het niet. Dus het werkt alleen bij Twitch, als je in Twitch zit. Ja, sorry, YouTube die is nog niet zo ver. Dus ja. Ja, ik wilde nog even zeggen, ja, nou ja, even kijken, dit kan ik nog weer even wegklikken. Nee. Ja, het volgende bericht gaat nog over Epstein. We hadden ook nog een berichtje tussendoor, dat werd opgestuurd door een luisteraar. Dat ging over... een asielzoekster die niet recht heeft op alle sociale voorzieningen. Ik weet niet of jij daar nog wat over wil zeggen of zo, maar of je daar iets mee hebt, Jan-Marc? Ja, als je belasting wil afschaffen, dan wil je ook geen sociale voorzieningen. Ja, goed. Zelf vind ik het ook liever dat het via het particulier opgelost wordt, zoals dat vroeger ging eigenlijk. Ja. Kijk, ik ben voor vrij verkeer van mensen en weet je wel. Maar ja, goed, ik ben ook niet voor een verzorgingsstaat. Dus ja, ik zeg hier niks over. Nee, ja, maar goed, nu wordt dit allemaal via de verzorgingsstaat geregeld. Klaas, jij bent er ook nog? Oh, Klaas? Is Klaas ook weg? Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij toen de docu zei naar dingetje, naar Yoshi, maar hij meende dat voor zichzelf, denk ik. Ja, klaar buikelijk. Ik kan wel even kijken hoor, of hij er nog is. Ja, Klaas, we zijn met z'n tweetjes, ja. Oh, okay, goed, verder niemand die aan de raffle mee wil doen, dan ga ik gewoon... Oké, iemand zegt nog gewoon YouTube bannen. Mijn kanaal is er... eveneens vanaf geflikkerd. Ja. Wij zijn er nog niet vanaf geflikkerd. Maar goed, wel bijna. Ik heb wel een paar auteursrechten claims gehad en zo. Bij Facebook? Ja. Maar goed, als niemand meer Twan Manders in Twitch wil tikken, dan gaan wij gewoon met ermee beginnen. Even kijken. Ik wil shit. Even kijken hoor. Hoppa, hier. Even 1 EFL regen zo. En dan gaan we beginnen. Hartstikke idee. Goed, dan gaan we spin doen. Even kijken. Ik ben benieuwd hoor. Ho. Wie is de winnaar? De winnaar is... alweer staatsvijand? Weet je wat ik dan doe? Dan doneer ik wel aan Willem. Oké, dan stuur ik het naar... Kan ik dat nog steeds dat adres gebruiken wat op in die video staat? Ja, het is, ja, ik kan het ook wel op de viruswaarheid doneren hoor. Ja, dat mag je ook doen. Ja, dan hebben ze 1010 EFL. Oké, okay, ja, nou, ja. Dan is Willem, als je kijkt, hij is voor jou. Dat idee. Dat zal hij leuk vinden. Ja. Ja. Het is nog steeds niet aan hun overgedragen. Ja.
de penningmeester zou contact met me opnemen, want ik heb nog niks. Hebben ze zelf al een wallet of niet? Nee, ja, of die heb ik. Die heb ik nog steeds. Ik zou het aan hun overdragen, maar ik wacht nog steeds op die penningmeester. Ja, het beste is dat zij natuurlijk weer een anonieme wallet maken, waar jij het dan weer naartoe kan maken. Ik wilde hun dan daar wel mee helpen, maar ja, het is... Ik hebben het druk met andere dingen. Ik denk dat ze het druk hebben, ja, dat zal het zijn. Ja. Ja. Ja, het is dom, want het is ook een symbolisch iets natuurlijk. Hè? Zeker als je kijkt naar wat er in Canada gebeurd is. Zeker, zeker. Ja, dan gaan we even naar het laatste bericht toe. Epstein, nou ja, die twee, die een van de handlangers, die heeft zich nou ook opgehangen. Ja. Ook weer een gezelfmoord ding. Gezelfmoord, ja. Gaat om Jean-Luc. Ja, had jij al van hem gehoord van tevoren? Of ja, ik heb die naam is wel eens voorbij gekomen, Jean-Luc Brennel. Dat is inderdaad, ja... dat is een man die volgens mij zijn hoogtepunt had in 1980 of zo. En toen afgezakt is naar kinderhandel, ja. Oké. Okay. Ja, het, is, ja. Het kan bijna geen toeval meer zijn, zou je zeggen. Het is echt, Als je ziet wat zijn prestatie is, ja, hij heeft ooit Sharon Stone ontdekt. Dat was nog voordat Sharon Stone filmster was. Oh. Dus daar ben je van dat niveau. Dus 13 was. Nee, die was ooit... ja. Ja, dus... God. Ja, er wordt weer een onderzoek naar gedaan, neem ik aan. Ja. Een heel soort van. Dus dan ben je de uitkomst kun je raden natuurlijk. Ja. Maar de camera stond er ook weer uit, of... Ja, dat zal wel weer zoiets zijn, ja. Wakers in slaap vallen net, op dat moment. Net als het rolletje van Srebrenica, dat soort shit. Ja, oh ja, het fotorolletje inderdaad. Was ik alweer. Ja, is er ooit iets met John McAfee? Zijn er nog dingen naar buiten gekomen? Nee, ik heb er niks meer van gehoord. De vrouw die wou toch gewoon nog dingen weten. Zo. Ja, ik kan wel even kijken. Ja, misschien dat mensen in de chat kunnen zeggen of ze nog iets gehoord hebben over hoe het met John McAfee afgelopen is. Ja, tenminste, we weten in ieder geval dat hij de zelfmoord gepleegd zou hebben. Maar... Ja. Ja, nou ja, goed, die vrouw die leeft nog nu. Die hebben ze nog. Daar was een rechtszaak van. Ik ben haar naam kwijt. Die van die vrouw van Epstein, toch? Ja, Ghislaine Maxwell. Ja. Die is nog niet gezelfmoord, nee. Nee. Haar broer die maakt zich nou wel zorgen. Oké. Okay. Ja, de broer van Ghislaine. En die zus die zit bij World Economic Forum. Van Ghislaine Maxwell. Oh. Friend in higher places, family in higher places. Had je dat trouwens nog gezien? Er was werd in het Canadese parlement werd op een gegeven moment de vraag gesteld van dat Klaus Schwab die had nogal opgeschept over dat hij het halve parlement van Canada had die onder controle. Niet half parlement, maar de partij van Trudeau. Ja. Ja. Ja, want Trudeau is een van de jong global leaders, maar er waren meer mensen. En Klaus Schwab die had er nog een beetje over opgeschept. Ja, dat, staat op film. En toen ging die een gast van de conservatieven, die ging daar een vraag over stellen. En toen zei die voorzitter van, het geluid is niet zo goed. En daarna werd er niet meer over geluld. Dat is gewoon gefilmd. Het geluid was trouwens helemaal prima. Ja. Had je het nog gezien of niet? Nee, dat heb ik niet gezien. Nee. Oké. Okay. Ja, dat was ook een heel gênant iets eigenlijk. Dus, Iemand zegt Northside Group Everywhere. Oké. Okay. Nice. Hey, iemand reageert via D-Live. Hoor. Er wordt ook naar ons geluisterd via D-Live. Dat ken ik helemaal niet. Dat streamen we ook. Dat is de eerste keer. Oké. Okay. Ja, very nice. En hij loopt te spammen. Ja. Dus, Hello D-Live, how you doing?
Ja. Maar goed, ja, ja, dit was het laatste berichtje eigenlijk. Ja, mensen kunnen nog even via de chat even reageren. Als je nog wat wil zeggen, is nu je kans. En anders ga ik gewoon een eindje aan brouwen. Ja, is goed. Dan ga ik weer aan de hoes pillen tegen de ebola. Ja, ja, ja. Nou, ik had inderdaad de vorige week was ik inderdaad niet lekker. En de dag daarop was ik echt, lag ik echt te eilen met koorts en alles. Dus... En nou ben ik, ja, daarna was het gewoon weer over en heb ik nog een paar dagen lopen kuchen. Dus ja, ik ben eigenlijk sinds gisteren weer aan het werk. Okay. Ik had het ook even te pakken, de ebola. Hm. Ja, nou het duurde toch gewoon een dag of 12 die ebola. Ja, bij mij was het echt één dag. Oh. Okay, ik eet altijd gezond. Ebola light gehad. Ja, mijn tip is altijd, ik eet altijd groente, iedere dag groente eten. Ah, nou, ik heb het wel gezond. Ik had die quercetine had ik erbij gepakt. Quercetine. Ja, met zink. Ja. En ja, kibies. Maar wat me heel goed heeft geholpen was kippensoep. En ik heb dat opgezocht. Want ik wist dat niet, want ik dacht, ja, waarom eten mensen nou kippensoep? En ik zag ook dat het wereldwijd was en zo. Okay. Maar in kippensoep zit een bepaald stofje. Okay. En dus eigenlijk de Joden, die begonnen daar vroeger al duizenden jaren geleden al mee. Uh-huh. Maar kippensoep bevat het stofje carnosine. Okay. En dat wordt ook wel de Joodse penicilline genoemd. Okay. Maar dat helpt je met je immuunsysteem bij verkoudheid en griep. En ik moet zeggen, en we waren allemaal ziek, maar iedereen knapte daar gewoon echt van die kips. Echt okay. Gewoon, het geeft gelijk een heel fijn gevoel. Dus ik kan het wel aanraden. Of verkoudheid en zo. Ja. Nou, iemand wil me nog danken voor alle oninteressante topics. Oké, graag gedaan. Het waren de topics, maar wat er over gezegd werd, was wel goed. Ja, uiteraard, daar gaat het allemaal om, hè. Waar had je wel over willen hebben, Melvin? Ja, ik kan het hier gewoon zeggen, hoor. Ja. Weten we dat voor de volgende keer, wat wel interessant is? Ja. Goed, we hebben het een 3 keer gehaald deze keer. Hier iemand die zegt, help Oekraïne voor the future of humanity. Oké. It's very simple. If you want to help Ukraine, stop having a government. Yeah. That's the how you help humanity. Nou, Johan, ik weet niet of je de outro er nog in gaat gooien. Zal ik hem erin gooien? Ja, ik zat nog even te wachten op Melvin. Misschien heeft hij nog een tip voor een interessante topic. Nou, ja, maar iedereen is toch weg. Dan kunnen we het beter dan volgende week erover hebben. Ja, goed. Ja, ik kan het nu nog even erin gooien. Goed. Nou ja, dan gooi ik even de eindtune erin. Hartstikke idee. Waar heb ik die ook weer zitten, die eindtune? Kijk hoor. Hier is de eindtune. Er komt van alles in de chat, jongens. Ja, dus, iemand die zegt dat de Russian bears and Great Danes to the world are. Ja, maar goed, als hij in Engels loopt te lullen, dan kan hij ons niet eens verstaan. Dat is het gewoon spam eigenlijk, hè. Dus, goed, ik ga er eindje aan brouwen. Ik wil in ieder geval, een flabbergast die zegt ook nog. Zet Alex Jones ook op Spotify? Nee, dat zou ik niet weten, flabbergast. Goed, ik ga er even een eindje aan brouwen. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren uiteraard. De deelnemers danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, toedeledokie! De eindzoom. Ja. Oké. Ik kan ook last hebben van de